En ik ben weer live. Ja, ja, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij alweer een gloednieuwe livestream. Vandaag livestream nummer 227. En vandaag hebben wij natuurlijk de wedstrijd tussen Royal Antwerpen en AZ Alkmaar. Het zit redelijk vol voor de Belgen. AZ, die zijn natuurlijk ook gekomen. Het staat 1-1 in de terugwedstrijd, dus... Ik hoop dat AZ wint, dat is natuurlijk voor de Nederlandse clubs heel mooi. Ajax heeft al gewonnen, Lotte Chelsea, Lotte Lille en Lotte Valencia, jongens. Jazeker, dat zijn ook ploegen waar je op zich wel veel kans tegen hebt. En ik denk dat Ajax of eerste of tweede in die pot wordt. Het zou natuurlijk schitterend zijn. Maar in ieder geval, we gaan het zien. We gaan het zien, jongens. Antwerp Casuals, die mochten niet mee naar Enschede voor dat er rellen uitbraken of iets. Ik weet het allemaal niet. Ach ja, jongens. We gaan het wel zien. Of het zo erg is. AZ moet vandaag winnen. PSV moet ook gewoon even stand houden. Het liefst winnen. En dan doorgaan, hè, jongens. Dan zitten we dadelijk gewoon met Feyenoord PSV. En als AZ vandaag wint... Zitten we met 4 ploegen in Europa, jongens. Ja, 4, hè. Kun je beseffen, 4 is best wel redelijk wat. En dat heeft ook wel zo'n... Echt wel wat nodig, 4 ploegen. Want we kunnen nu Europa bestormen. Ach ja, de namen zijn in ieder geval niet zo moeilijk. De laat, Jukleroet, Batubinisika, Batub noem ik hem wel. Sek, Bolat, Harun, Rodriguez, Rafaelov, Lamkeel... De Sart en Mbokani. De fans van AZ zijn ook meegekomen natuurlijk naar België. Want het is natuurlijk niet zo ver weg naar België. Het is even ver als van Enschede naar Alkmaar. Zo ongeveer kilometers is het. Ik weet niet hoeveel. Hoeveel is het, pap? België? Naar Alkmaar. Brussel? Ja. Dus het is niet ver. En we gaan het zien. Ik... Purmerend. Nee, ik bedoel van AZ naar Brussel. Van Alkmaar naar Brussel. Ja, 3 uur. Nou, 3 uur. Ja, oké. Ach ja, het is niet zo erg. Het zit redelijk vol. Royal Antwerp, ze kunnen vandaag Europa in. Maar ook AZ kan Europa in. En dan hoop ik dat tweede. Ook voor alle Belgische fans. Ik hoop dat jullie natuurlijk gaan genieten van deze livestream. Vergeet vooral niet te abonneren. Vooral niet te subscriben en vooral niet te liken. Het is geen PSV, het is geen Feyenoord, maar dat heeft zo zijn redenen. Omdat ik natuurlijk gewoon geen zin heb in datgene, omdat ze al voorstaan. AZ heeft het betere werk te verrichten, heeft nog werk te verrichten en daardoor stream ik ze ook. Dus af en toe zou ik wel even overschakelen. Feyenoord gaat vandaag Europees voetbal in en als ze het halen zou het top zijn. En PSV en AZ, Ajax is al door. Wat ik ook al heb gezegd. De spelers komen het veld op, jongens. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze wedstrijd. Het is redelijk. Redelijk weer. Zeker redelijk weer. Graadje of 24, denk ik. Ja. Weet je, op zo'n Belgische grond moet je gewoon kunnen winnen. Het is een heel ander ploegje dan een PAOK of een Tbilisi. AZ, leuk team. Zeker een leuk team. AZ overigens, die natuurlijk ook Europees voetbal heeft gespeeld. Veel Europees voetbal heeft gespeeld. Bekend in Europa. Ja, Royal Antwerp. De Belgen. Die proberen het vandaag te redden. Oh ja, laten we zien. De handjes worden geschud. De namen gaan zo op het bord komen onderin. En hier heb ik ze allemaal al. Nou ja, we gaan het op volgorde doen natuurlijk, jongens. De opstelling van... een club... Ja, een club. Of Antwerp of AZ. Ik zal het als eerste opnoemen. Bekende naam en Mbokani daar. Rafaelov, ook een bekende naam. De scheidsrechter van vandaag. Krijgen we de naam te zien. Ze zijn helemaal meegekomen vanuit Alkmaar natuurlijk. Dat is toch ook wel fijn om te zien. En als je ploeg in Europa ingaat, zou het natuurlijk mooi zijn. Het stadion moet vernieuwd worden. Er moet een nieuw stadion komen. En ik denk ook wel dat het er gaat komen, het nieuwe stadion. Want alles is verrot daar van binnen in het stadion van AZ. Lekker weertje, wat ik ook al zei. Goede temperaturen, goede omstandigheden. En daardoor kan je ook lekkerder voetballen.
Het duurt wat lang. Koopmijn is de captain van AZ. Is natuurlijk ook best wel veel waard. De marktwaarde wordt geschat op 15 miljoen volgens mij. Als je hem nu verkoopt, 10, 15 miljoen. Nou, dat kan AZ toch best wel gebruiken. Als ik Ajax was, zou ik tegen Koopmijners halen. Ik zou niet verder gaan zoeken dan dat het nodig is. Lekker achterin laten staan, joh. Voor een goede wedstrijd met de grensrechts en de scheidsrechter natuurlijk. Dat is één ding wat zeker is. De opstelling van Royal Antwerp dient als volgt met Bolat op goal. Links achterin hebben we Juklair Beroet, Batup, Sek en De Laat. Op het middenveld met een blok natuurlijk met de Sart en Haroun. Links Lamkel, in het midden Ravanov. Rechts Rodriguez, in de spits my man. En Bokani, man het Congo. De opstelling van AZ, ja, ik kan hem ook wel zeggen. Mijn opstelling van AZ dient als volgt. Met Bizot op goal, links achterin Feyendal, rechts achterin Svensson, Vlaar en Buitjes vormen het centrumduo. Op het middenveld met Koopmijners, Mitchell en Aouyan. Voorin de drie musketeers, Stenks, Badou en natuurlijk mijn man Oussama Idrissi. Dat zijn de elf namen van AZ Alkmaar, jongens. Jazeker. En die moeten het vandaag gaan doen voor het Nederlands voetbal, voor hunzelf en voor de fans die ook allemaal thuis voor de buis zitten. Van, oh ja, AZ natuurlijk. Die gewoon niet in het stadion kunnen zitten. En ja, toch gaat dat. We gaan het zien, jongens. Op een leuke wedstrijd zal ik maar dan voorstellen. Marino Pušić, de man die ook helpt daar. Nou, het is 1 over half 8. In 3, in 2, in 1. En we zijn begonnen aan de eerste helft, jongens, en aan de finale wedstrijd van Royal Antwerp AZ. Vandaag gaat het beslist worden wie de Europees voetbal gaat spelen in België of in Nederland. PSV, Feyenoord en AZ, drie clubs die het land moeten verdedigen. Voor ons, dat is voor ons sowieso voor het land zelf, voor Nederland natuurlijk. En we gaan het zien, Wijndal. Royal Antwerp Casuals met Willem II. Zie ik ook al, spandoeken daar. Ik heb op zich best wel een groot stadion. Zie ik ook, ja, het is best wel een mooi stadion. Maar ja, AZ moet, Antwerp moet, ze moeten alle twee. Nou, dat is het leuke dus aan zo'n wedstrijd. Als je moet, dan ga je er ook voor. En als je er niet meer voor moet gaan, ja dan... Kijk, in Nederland jongens, voor alle Belgen, ze laten de kopjes hier allemaal hangen in het land. En ze denken dat ze bij 1-1 hier al zijn in Nederland. Of bij 1-0. Maar dan krijg je in de laatste minuut nog gewoon een tegengoal. Lamkel. Nou, die is niet zo blij vandaag. Yo, Sjoerd. Comeback time, you know. Ja, ja. Zeker weten. Vlaar. Waarom ik Feyenoord niet stream? Is saai, zijn al door. Waarom PSV niet stream? Saai, zijn al door. Laten we daar makkelijk maar op houden. Dat het gewoon zo is dat ze al zo goed als door zijn. Maar er moet gewoon nog wat worden gedaan. Er moet gewonnen worden. Mitchell. Nou, Vlaar. Vlaar die een tijdje in Engeland heeft gespeeld bij Aston Villa. Met El Amadi samen. Over 4 jaar. Best wel lang ook. Is echt zo'n rond beton. Betonmolen voor het Engeland ook. Een leider achterin bij AZ. AZ hoeft niet ver te zoeken. Ze moeten wel een nieuw stadion doen. En ze moeten gewoon lekker denken van oké. Koopmijn is behouden. En ja. Je moet nu ook wel nadenken van wat ga ik nog achterin bijhalen. Als je op die derde plek wil komen dit jaar. Misschien wel twee. Willem II staat bovenaan. Dit jaar, misschien staan ze deze week nog steeds bovenaan. Want als ze van Feyenoord winnen. Ik denk dat Willem II met 3-1 van Feyenoord gaat winnen. Ik had ook een voorspellingsvideo gedaan, jongen. Kijk die ook, jongens. Mijn voorspellingsvideo was een korte. Want ik had eigenlijk geen zin vandaag. Maar ik had hem er snel in gepompt. Dus ja, voor dat allemaal. Sowieso. Kijk die video sowieso. En morgen jongens, vrijdag, de big day. De grote dag van de video, de speciale video. De video die heel veel gaat komen. Meer video's komen er dit jaar, maar sowieso komt er morgen een dikke video. Pre-prepared. Pre-prepared jongens, jazeker. Svensson. De Laat. Verlies de bal hier. Svensson, Boadu. Stenks.
slingert hem voor. Niemand. Van de Champions League loting, ja boys. Ajax, Valencia en Lille en Chelsea. Ajax, Valencia, Lille en Chelsea. Ja, ik denk tweede of eerste. Ja, tweede of eerste word je. Ja, zoiets. Tweede of eerste. Of hoe je het goed zegt, eerste of tweede. Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen. Maar thuis tegen Chelsea, thuis tegen... ja. Ik ga zo verder, jongens. Thuis tegen Lille moet je winnen. Thuis tegen Chelsea moet je winnen. En proberen thuis tegen Valencia of een gelijkspel of een winst neer te zetten. Want die Spaanse ploeg is net als Benfica. Gevaarlijke ploeg in de counter. Technisch mannetjes. Rappe mannetjes. Soort Twente van de top. Laten we zeggen dat het Twente, het kleine Valencia's. Met al die Spanjaarden en al die, ja, dat soort dingen. Lamkel onderschept de bal. Lamkel nu met het schot. Goed geblokt door Vlaar. Vergooit zich ervoor. Idrissi moet ook mee verdedigen. Ja, hoekschop. Ja, hoekschop, jongens. Rafaelov. Nu met de hoekschop. Lamkel. Ook weer mee. Nu de hoekschop. Komt op het hoofd bij Sek. Die verlengt hem. Nou ja, goed verdedigd door Vlaar. Iedereen is hier slim. Ja, joh, scheids. Is gewoon een slim schouderduwtje, man. Kom op. Haal toch weg, man. Ja, man. En hoe? Of niet, shoot. Het gaat eerst maar van de knop, hè? Jongen, jongen, jongen. Nou, het zit aardig vol daar in België. Het is ook wel mooi om te zien dat die mensen er gewoon achter staan. Ook al is het op een... Welke dag is vandaag? Ik weet, donderdag. Oh, Lamkel! En dan is het Bizot die zich ervoor gooit. Grote kans voor Antwerp. AZ moet oppassen. Zorgen dat ze snel een doelpunt maken. En zorgen dat ze er snel uitkomen. En dan alles op het blok zetten. Vastzet ook. Rustig aandoen, jongens. Jullie hebben alle tijd, AZ. Alle tijd. Idrissi wordt eraf gelopen. Werd daarna bijna even ondersteboven gelopen door iets of iemand. Een goal is er ergens gevallen. Paul tegen Slovan Bratislava. Hé. Hey. Pauw, ik zou een kwartering van 13 hebben. Bratislava, hoe dit 12 keer inzet. Staan ze 1-0 voor. Dat Pauw, dat is ook gewoon gek, hè. Ik hoop zo dat Feyenoord dit alsjeblieft over de streep weer trekken. PSV ook rustig over de streep. En AZ. Op hoop van zegen voor AZ. Want mocht AZ doorkomen, ze hebben gewoon alle kans. 100% kans hebben ze alle drie. Alle twee hebben ze 100%. Ik gun het Antwerpen van harte hoor. Echt waar, tuurlijk. Ik heb heel veel respect voor Belgen. Want ze hebben ook heel veel respect voor de mensen net als voor ons en zo. Ze zijn nooit boos. Belgen hebben nooit... Die doen nooit... hoe moet ik het zeggen? Belgen doen nooit breed. Kijk, hier in Nederland. Je hebt gewoon altijd grove taal. Grote bek. Al die Marokkanen hier. En dat is gewoon zo. Daar de Marokkanen. Die zeggen niet heel veel. Die praten gewoon wat rustiger. En hier is het allemaal wat. Jouw moeder, jouw vader. Dat is bij alles hoor. In Nederland ook. Oh, Nederlanders. Maar het is gewoon het punt dat het bij de Belgen wat meer... Het is respectvol. Ja? Ze zeggen niet waar het op staat en dat is hier wel. Zo gaat dat. Dus ja. Er is een heel groot verschil tussen Nederlanders en Belgen. Je moet niet aan één lijn hangen. Dan moet je niet aan één lijn hangen, jongens. Appel PSV, ja man. Zelfs bij ASWA tegen Dubbeldam het vierde elftal zitten er nog meer. Goedemorgen, zelfs bij de amateurwedstrijd van de ouders tegen de kinderen zitten er nog meer. Maar ja, weet je, voor PSV is het ook gewoon belangrijk dat ze Europees voetbal spelen. Maar ja, tuurlijk is het 20 miljoen fijn als je dat krijgt. Maar hoe kan je verliezen van een Basel, jongens? Lask Linsk moest je er ook gewoon uit knikkeren. En dan was je er door geweest. Maar ja,
Goeie tackle van Wijndal. Hoekschop voor Royal Antwerp, jongens. Ja, ik begrijp het hier. Bij jullie in België is het anders. Kijk, bij jullie in België, kijk. Ze doen wel allemaal stoer, denk ik. Ze hebben allemaal wel een grote bek. Maar hier in Nederland is het echt, echt een ghetto. Echt, als je dan Sjoerd vraagt, vraag maar Amsterdam-Oost, Rotterdam, Rotterdam-Zuid, Lijnbaan. Ja, dat is echt ghetto. Dat is echt een ghetto. Rafael, ver, een goede redding van Bizot. Hop, DLZ van Rodriguez. Goeie kopbal, goede corner ook. Ja, je moet echt oppassen als AZ zijnde. Want kijk hoeveel vrijheid die man krijgt. Het is dat hij hem voor Bizot kopt. Dat Bizot moet strekken naar de andere kant. Maar had hij hem naar Bizot gekopt, dan was het gewoon een doelpunt geweest. Nee, natuurlijk niet. Beste vriend, zijn Marokkaan, wat praat je over? Kom op, man. Oh, en Bokani, en Bokani. Yeah, goed verdedigd door Koopmeiners. En dan nog het schot. Stanks. En dan moet AZ proberen uit te komen. Stanks. Nou, oh, goeie tackle. Ik zeg waar het op staat. En als de meeste mensen dat niet kennen, waarderen. Ja, dat is pech. Daar heb ik lak aan. En Bokani. Nee, die hoeft niet veel te proberen. Lamkel. Bokani, heel sterk, heel slim. Lamkel, die is te lui om over zijn eigen voeten heen te strekken. Die kan ook niet veel. Gelijk gewoon weg. Maar thank you. Feyenoord niks. Oh nee, ik kom wel uit de buurt van Rotterdam daar. Maar het is het punt, kijk, bij Rotterdam is het gewoon... Iedereen kent, kijk, als je elkaar kent is er niks aan de hand. Maar als jij weet wat een ghetto daar is... En ik... Je zal mij gewoon vaak horen en zo, maar... Ik heb natuurlijk ook altijd, kijk, ik kan me in die ghetto vinden. Ik kan, overal kan ik me vinden. In alle buurten, in alle achterstegen kan ik me gewoon thuis voelen. Want ik vind het fijn om het... Ja, als ik zelf ook een buitenlander ben, natuurlijk vind ik het fijn om gewoon met die gasten om te gaan. Ik ga het meest met al die gasten om. Dus je moet gewoon... Kijk, ik kan grapjes maken van... Hey, kom op, hè, Erdogan strijden, rustig aan, hè. Kijk, dat kan ik zeggen. Maar als een Nederlander dat zegt, is het raar. Of als een Belg dat zegt, dat is raar, weet je. Ik bedoel... Kijk, we moeten met elkaar gewoon alles kunnen zeggen wat we willen. Maar het moet wel rustig blijven. Je hebt vrijheid van meningsuiting. En dat... Of je dat nou niet of wel had, het interesseerde me vrij weinig. Maar ik zeg gewoon waar het op staat. Kijk, ik trek mijn bek gewoon open voor iedereen. Voor al is het voor Trump. Wat boeit mij dat nou? Al is het voor een politieagent. Maar ik blijf wel altijd respectvol. Dat wel. Zo moet je het ook maar zien, hè, jongens. Nee, ik denk dat AZ er wel gewoon één keer goed uitkomt. Dat is dat hoopje voor AZ natuurlijk. Als AZ supporter zijn, dan wil je natuurlijk ook gewoon Europees voetbal spelen. En het is... Deze tegenstander is aan AZ gelinkt. Dit is gewoon een club wat in de Eredivisie tweede zal worden. Of tweede of derde zal worden, Antwerp. Die zullen heus wel gewoon meedraaien. Ze zijn niet beter dan AZ, maar ze zijn ook niet slechter dan AZ. Dus ze zijn even goed, denk ik. Ik denk dat Royal Antwerp, als ze tegen Willem II spelen, dat ze het ook lastig krijgen. Willem II is trouwens bovenaan. Dat is gewoon knap. Dat is echt knap. Als je gewoon 3 wedstrijden weet te winnen en dan gewoon eentje verliezen, is niet erg. Maar dat gewoon 3 wedstrijden weten te winnen, is toch prima. Nou, als je hier in Nederland bent, geloof mij nou maar, je krijgt echt veel ellende. Je moet echt weten waar je plek is hier in Nederland. Je moet echt weten wat je kan zeggen en wat je niet mag zeggen. Kijk, ik heb scheid aan alles. Ja, aan alles. Ik zeg wat ik wil, maar ik hou het wel beperkt. Nou, 13 minuten onderweg. We hebben meer gezien dan bij de hele wedstrijd van PSV, Feyenoord en Ajax bij elkaar. Dus, Club Brugge. Die zit in de pool bij... Gala, PSG en Real Madrid. Dus, ja, als hun één keer scoren is het wel gewoon... dan moet je doorzetten. Je moet je niet laten afslachten door
door dit soort teams. Dit soort teams zijn gelijkwaardig, dus dan hoef je ook niet te laten afstappen. Maar een 0-1 en 1-0 zou meer voor de hand liggend zijn. Ja, 1-1 ook. 1-2 of 1-1, dat zou meer voor de hand liggend zijn dan een 0-1. Denk ik. Maar dan wordt het verlenging. Want 1-1 is een half uur verlengen. Plus penalties of niet. Vlaar. En Wijndal. Is niet veel beweging. Nu Boadu ingespeeld. Slecht. Rafaelov. Goede tackle op de bal. Keurig gedaan. Dat middenveld moet alles gewonnen worden. En Bokani, die is echt sterk. Dat is echt een monster. Lamkel naar binnen. Die moet... Ja, nee, die moet helemaal niks. Die schiet die wel een kaart over. Ja, tuurlijk. Antwerpen is knap, tuurlijk. Zeker. Thanks. Dat is een prima bal. Ja, dat is een prima bal. Idrissi, nou voor AZ. Ach, jongen toch. Waar ga je die bal heen spelen? Waar speel je die bal in godsnaam heen? Jongen, de Sart. En die speelt hem ook weer over de zijlijn. Sowieso shout-out naar alle Belgen. Ja, van Belgen, man. Dat zijn echt lieve mensen. Dat zijn echt super aardige mensen. Chinezen zijn ook super aardig en respectvol ook. Bemoeien zich nooit met iemand. Stanks. Ah, jongen toch. Het van die bal afgelopen. Lamkel, die is heel sterk. Daar gaat Svensson het heel moeilijk mee krijgen met zo'n Lamkel. Of je moet er gewoon keihard een Achilles speciaal op Nederland. Dat Beersheva had ook wat kans hoor, tegen Feyenoord. Ach, weer zo'n stomme overtreding. Guarabac Linfield. Guarabac scoort 2-0. Ah, dat had mooi geweest voor Linfield als ze door hadden geweest. 19 keer je inzet. Besef hè, boys. 19 keer. En vorige keer speelden ze gewoon... wonnen ze gewoon thuis. 10 keer je inzet. Dat is bizar. Celtic staat 2-1 voor. Dat is ook wel lekker. Nou, Nederlanders hun accent. Ja, je hebt bepaald soort volk hè, hier in Nederland. Kijk, ik ben Surinaams, dus ja, ik weet heus wel wat je bedoelt. Maar kijk, je hebt natuurlijk hier Rotterdammers, Amsterdammers, Eindhoven, Brabanders, Groningers, dus boeren. Je hebt Tukkers, je hebt Utrecht. Je hebt daarboven nog bij Terschelling en zo, Vlieland, Zeeland, dat accent daar. Je hebt Sittard, dus Limburg. Wat heb je nog meer? Ja, meeste heb ik al opgenoemd. Noord, Zuid, Oost, Friesland. Ja, dat zijn de soort dingen van ons hier. Dat is van ons, van het Nederlandse volk hier. Het is echt een groot stadion daar. Ik weet niet, speelt Antwerpen in een ander stadion of spelen jullie gewoon in je eigen stadion? Weet je jongens, het is gewoon simpel zat. Belgische clubs zijn gewoon best wel goed. Alleen wij komen gewoon tekort aan kracht hier in Nederland. Ze willen niet. Wij hadden makkelijk op die zesde plek kunnen staan. En we hadden makkelijk met tweede Champions League in gekund. Maar als PSV eruit vliegt tegen een Basel. Als Utrecht eruit vliegt tegen een Zrnjitski. We hadden er met 6 in kunnen zijn. We zitten er nu nog maar met 4 in. Vanavond 3 of 4. Dus ja... Oh, yo man, benen strekken. Ik vind het ook wel mooi dat Belgische supporters hier zijn. Dat geeft ook een stuk waardering aan jongens. Dat is een lange bal. Is dat een goede bal? Idrissi kan hem net niet aannemen. Het zou wel een werelddoelpunt zijn geweest. Die zou aannemen. Dat is een mooie bal trouwens. Nee, komt nergens aan.
Als we alle, als PSV en Feyenoord gewoon winnen, niet 0-0 en dan door, dat is voor, voor Nederland winnen, maar ja. Kijk, je kan je tv opzetten en dat commentaar van die tv uit en dan gewoon mij opzetten. Dat hebben veel mensen gedaan. Ik werd één keer, iemand zegt, ik heb je in de badkamer geluisterd. Ik zei, nou, ik zou gewoon lekker rustig gaan douchen. Ja, dat is wel mooi te horen. Nou. Antwerp Casuals. Dat is toch wel leuk om te zien. Joh, die gasten doen helemaal geen vlieg kwaad, man. Maar die burgemeester van Enschede, we hebben er ook nooit iets mee gehad van Twente. En het is niet de schuld van Twente, het is de schuld van die burgemeester uit Enschede. Wij zijn er ook door gedupeerd, dus ja. Het liefst had je naar die burgemeester moeten gaan. Ouwe Jan, en die schiet hem keihard over. Het was de echte gevaar van AZ. Meer drukken naar de grond en dan zou die gewoon keihard ingaan. Dat is echt een groot stadion. Jezus, man. Dat van AEK is hetzelfde, maar daar, die supporters zijn een beetje gek, man. Je gooide molotov cocktails. Nou, dat heb ik die Belgen nog nooit zien doen. Oh, Linfield heeft gescoord. Oh. Dat is dan 2-2. 2-1. En 2-3. Thuisgoals, uitgoal. Uitgoal telt voor 2. Ik weet niet. Verlenging 2-4-4. Ben benieuwd, jongens. Ja. Ik weet het. Ik weet het beeld. Als ik dat daar recht op zou hebben, zou ik nu miljonair zijn. Dus dat is natuurlijk logisch. Dat ik, nou, als ik het zou mogen streamen, zou ik het zeker doen. Als ik het echt zeker heb mogen doen. Dan kan je ook duidelijk zien hoe en wat. Tuurlijk is dat het fijnste. Tuurlijk zou je dat willen, maar dat kan. Dat gaat gewoon niet, jongens. Kennen jullie in België René van der Gijp? Ik denk het wel, jongens. En meneer Boskamp. Als jullie die niet kennen, dan weet ik niet wat België is. Iedereen in België kent Boskamp. Iedereen. Dat is een prima balletje. Die draait goed om. Vlaar verdedigt ook goed mee. Svensson. Die krijgt daar even een zetje van een Bokani. Ja, die gast is 100 kilo. Svensson is 20 kilo, dus dat gaat wat lastiger. Ik heb de Premier League gespeeld bij West Brom. Bokani. Zit aan deze kant, aan jouw kant. Dus zit het, de kijkkant zit het gewoon vol. Kijk, als Royal Antwerpen dinges gaat spelen. En hoe zijn die derbies in België, boys? Vertel me daar eens over. Want ik denk dat ik wel gewoon een keertje naar België ga, naar die wedstrijd. Want ik zou dat wel willen, naar zo'n derby. Wat is nou de hardste derby in België? Wat is nou de vijandigste sfeer? Wat is nou ja, hoe moet ik het zeggen? Echt gewoon tot op de bloed en stoel. Gewoon net als Feyenoord Ajax in Nederland. Dat iedereen elkaar van gekkigheid niet weet hoeveel haat ze aan elkaar hebben. Gewoon bloedeloze haat. Zo hard is het daar. Tuurlijk weet ik veel over de spelers. Kijk, het is ook gewoon zo. Rafael of De Laat. De Laat ken ik nog wel, ja. Olat, een Bokani, ja. Dat was een speler die best wel in de Premier League had meegekund. Ze waren daarna gedegradeerd. West Brom. Chelbien. Club Brugge Anderlecht. Brugge Anderlecht. Derby. Antwerp Beerschot. Is Beerschot nog in jullie competitie? Voor mij wel. Ik weet niet. Ik weet echt niet meer zoveel van die Belgische competitie, man. Ik weet heel veel over de competitie zelf, maar de teams, dat is. Als ik het weet van wie zit er ook alweer in, dan kan ik het zien. Kijk, bij ons hebben we Twente, Heracles, Heerenveen, Cambuur, Eagles, PEC, Feyenoord, Ajax, Willem II, NAC. Dat is een hele harde, daar moet je ook een keer heen gaan. NAC Willem II is harder dan Willem II, NAC, vind ik. NAC Willem II is harder dan Willem II, NAC. Ja, inderdaad. En wie had je nog meer? Je had Roda Fortuna. Roda MVV. Is ook hard. Tot bloeders toe. Heb je nog meer? AZ Ajax ADO. Of ADO Ajax. Dat is ook een irritante wedstrijd.
Dat is ook een bloedwedstrijd. Iedereen heeft bloedhekel daar aan elkaar. Ja. Wat zijn echte derbies? Derby day in Nederland is Twente Heracles wel echt hoor. De strijd om Almelo Enschede, dat is echt wel irritant hard. Kijk, ik heb geen bloedhekel aan Heracles, want zonder elkaar kom je niet ver. Maar op die dag haat ik ze echt, echt hard. Dan haat ik Heracles zo hard, jongen. Echt, niet normaal. Als commentator moet je niet partijdig zijn, maar dat ook niet. Dat ben ik dan ook niet in die wedstrijd, maar dat is zo bloedeloos, jongen. Als het dan 0-1 wordt in de laatste minuut, dan ga je uit je dak. Waar je ook bent, in de stream of dat. Dan word je gewoon voor je club zo blij dat je de derby van het jaar hebt gewonnen. Al sta je onderaan. Ja, dat is natuurlijk ook kut. Maar als je dan wint, dan ja, voel je gewoon goed. Ja, ik had PEC Zwolle Go Ahead. Inderdaad. PEC Zwolle Go Ahead, de IJssel derby. De Gelderse derby. Twente Go Ahead was daar ook eentje van. Omdat Twente ook natuurlijk in dat oostgebied ligt. Ja, op zich. Ik zou er wel een keer naartoe willen. Boadu voor de eerste keer voor AZ. Als het goed komt. Nou, die is sterk. Die is sterk, die verdediger. Die is sec. Goed mannetje. Koop mijn eens. Wat doe je, jongen? Wat ben je aan het doen? Ach, ach, ach. Nou, verder of keurig. In Engeland, jongens. West Ham Millwall. West Ham Tottenham. Sheffield tegen... Hoe heet die? Sheffield Wednesday tegen Sheffield United. Ja, ik kan er zoveel opnoemen, echt waar. Je hebt natuurlijk ook... dinges. Leeds Millwall. Leeds West Ham. Leeds United tegen Manchester United. West Ham tegen Manchester. Sunderland Newcastle. Aston Villa Birmingham. Ja, ik ga er zo meteen meer op noemen. Stanks wordt keihard onderuit geschopt. Nu de voorzet, die is slecht. Dan moet het een vrije trap zijn toch, scheids? Die krijgt daar een kaart. Dat is geel, toch? Of niet? Yep, gele kaart. Voor Rodriguez. Ja, die Rodriguez, joh. Wat een gek is dat, joh. Die Stanks is een heel lief mannetje, man. Kom op. Echt waar. NEC Vitesse. Oh ja, die was ik vergeten, boys. NEC Vitesse was ik vergeten. Maar vergeet niet, we moeten het met elkaar doen, boys. Met elkaar. PSV 0-0. Oké. Okay. Graag meer dingen, jongens. Den Bosch tegen FC Os. Dat was ook een harde. Den Bosch Ajax, dat zou ik ook nog wel willen zien. Maar bij Den Bosch zijn er heel wat ruilschoppers ook. Dat hebben ze bij iedere club. Maar bij Den Bosch is het echt... ik wil Den Bosch echt niet over een kam scheren. Want Den Bosch is gewoon een prima club. Een grote sfeer daar. Maar het is gewoon puur het feit dat er heel veel in die hoek zitten. Daar niet helemaal gezond zijn. Maar dat is bij Twente ook hoor. Echt waar. Maar bij Den Bosch is het gewoon een overschot. Een overdosis daar. En dat weten ze zelf ook. Hou je club nou verdomme een keer in leven, man. De KNVB naait jullie nog harder dan dat het gewoon moet zijn. Ik denk altijd wel bij mezelf is, waarom moet je vuurwerk op het veld gooien? Je weet dat je daarvoor straf krijgt. Doe het lekker buiten het stadion, gooi het niet op het veld. Kijk, wedstrijden zoals kampioenswedstrijden begrijp ik. Dat is logisch, dan interesseert het ook niemand meer. Maar het gaat puur om die wedstrijden dat het er nergens om spant. Kijk, Feyenoord, Ajax, vuurwerk, allemaal erop en eraan. Europese wedstrijden, tuurlijk. Maar het is gewoon lastig, jongens. Maar doen we het onderuit gehad. Niks aan de hand, zegt de scheids. Je hebt ook nog dingen, jongens. Tottenham Millwall. Dat is ook een harde. Southampton tegen Southend. Dat is ook een leuke. Ja man, als je daar met een shirtje van Boca bij River Plate loopt, word je doodgemaakt. Of word je kapot geslagen door de ME daar. Want daar loopt het leger rond, hè jongens, op straat.
Daar lopen geen mannetjes rond die in Nederland alleen zeggen van, oh jongens, dit kan niet, dit mag niet. Je krijgt nu een strafblad van een dag. Dan slaan ze je totaal los dat je arm eraf is in Argentinië. En dan kom je nooit meer met een shirt. Ik zou het ook nooit aanraden om daar met een ander shirt te gaan lopen dan de club die daar in de regio is. Echt niet, jongens. Hou het nou goed. Mietje, nu geef op Idrissi. Oh, jongen, ouwe Jan. Slecht. Wat slecht. Ik had twee Quick Boys. Shout out naar jullie. Wat moet ik weer doen? Huh? Goeie bal, Idrissi, waarom draai je niet om? Waarom draai je echt in godsnaam niet om, jongen? Je bent echt... Alleen maar terug. Dat zijn zo hatelijk hier in Nederland, dat terugspeelvoetbal. Idrissi, zijn technische mannetjes, maar verliezen de bal. Op het middenveld is het helemaal open. En Bokani. Ja, die is een slimme jongen. Je moet mij volgen op Instagram, man. Brandon de voetbalcommentator. Stuur daar het filmpje maar door. Vraag een paar dingen, jongens. Vraag iets over België. Vraag iets over, weet ik veel, Boskamp, Gijp. Weet ik veel wat je wil vragen. Vraag iets over een speler, een team, een club, een trainer, een coach. Vraag maar raak, jongens. Dat is leuk. Kan ik jullie allemaal gaan beantwoorden. Stel je vraag gerust. Ik beantwoord het gewoon. Nu de voorzet. Buit gehaald. Afstandsschot. Ja, niks aan de hand. AEK Trabzon 0-3. Hoe dan? Of niet? Wat? 0-3 was het toch? 0-2 staat het. Oké. Boadu. Mietje. En Wijndal. Wijndal, ja, die wil gaan schieten. Dat zie je ook al. Idrissi. Nog steeds. Oesie. 1-2. Gaat het niet lukken met Wijndal. Met ouwe Jan, sorry. Excuus. Ouwe Jan. Je hebt gestuurd. Ai. Is goed, bro. Sterk. Kijk, Feyenoord 0-0. PSV ook nog 0-0. Ja, jongens. Boadu. Stel je vragen, boys. Stel je vragen, trainers, spelers, coaches, mannen, alles. Alles wat je wil vragen. Bokani, gestuurd. Bokani, wat voor kaart krijgt hij dan? Hij krijgt een gele kaart, en Bokani. Oké. Wat gebeurde er eigenlijk? Ja, het duwt vlak naar beneden. Logisch. Logisch. Koopmijners. Blijven subben, jongens. Duitsland, Nederland. Ja, als ik daar zin in heb. Als ik daar zin in heb, boys. Dat is het maar.
Staat daar nou weer? Wat kijkt zij naar binnen? Wow, man. Ik word op de opsporing verzocht, man. Staan ze midden op de weg. Echt typisch, typisch Nederlanders. Maar AZ kan hier wel gewoon slim van profiteren. Die Bokani krijgt echt nog rood, denk ik. Hé, hey, scheids, is dat geen overtreding? Want volgens mij gebeurde daar wel iets meer. Dat Bokani daar vlaar trok. Niks aan de hand nu. Je gaat natuurlijk ook herrie schoppen overal. Als ze doorkomen. Nou, Bokani, ja, goed door. Maar goed door, ja, hard door. Voor AZ wordt het een zware avond. Wijndal. Ja, Mietje. Oh, bal kwijt. En Bokani. Je moet hem nu meegeven. Bokani wordt eraf gelopen. Dat is een gele kaart, hoor, scheids. Dat is rood. Ja, die krijgt rood. Oh god, vechten, vechten, ja. Dat loopt uit de hand. En Bokani krijgt rood. Dit is voor AZ handig. En dan gaat de hele technische staf zich erbij bemoeien. Oh, 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 jongen toch. Wat doe je jezelf aan? Ja, je weet het. Je ziet het al. Waarom, als je geel hebt, ga je dan nog door op Vlaar? Schandalig. Echt schandalig. Holy dom. Holy dom. Nou, ze hebben geen spits meer nu. Ze hebben nu geen spits meer, boys. Ja. Hier, let op wat hij doet. Hij jaagt door, hij jaagt door. Ja, dat is een gele kaart. Zeker, 100% geel. Die kan je niet meer voor geven dan geel. Inderdaad. Dat is rood. 10 man. Ja, ze hebben geen aanjager meer. Dat is voor AZ goed. Maar voor die Belgen is dat niet leuk natuurlijk, voor Royal Antwerp. Ja, het is dom. Ja, die coach wordt weggestuurd, denk ik. Ja, die coach is loeiheet natuurlijk. En die krijgt ook nog geel, ah joh. Laat die coach toch boos worden, man. Die man heeft toch zijn recht om boos te worden. Het slaat toch nergens op als je niet meer eens boos kan worden tegen de scheids. Ik bedoel, een beetje kunnen hebben mag je wel, hoor. Een beetje empathie. Bouw ik 2-4. Ze hebben nog steeds meer uitgoals. Als dat Pauk Europa in gaat, jongen. Die van Pauk zijn helemaal over de dol heen. Dat is wel, vind ik wel grappig, maar die fans daar, die zijn echt gek. Het is wel mooi om te zien hoeveel ze om een club geven, natuurlijk. Idrissi, ja, nu gaat AZ er vandoor. Oussie. Maar ze blijven wel voetballen, hoop ik, Royal Antwerp. Rafaelov. Ah, dat is ook een gele kaart. Die scheids die strooit met kaarten. Of is dat een gele kaart voor... voor Rafaelov, want... een valduik. Waarom naaien we elkaar toch kaarten aan, jongens? Flikker toch op, man. Oh. Altijd dat kaarten aannaaien. Tien tegen 11. Lange bal nu. Vla, kopt weg. Lammekeil. Goeie tackle van Svensson, keurig.
Weet je, dat ADO moet ook naar Egras. Serieus, man. Anders mogen ze er van mij ook gewoon uitvliegen als ze geen Egras krijgen. Dan mogen al die clubs met kunstgras van mij eruit vliegen, want het slaat totaal nergens meer op. Het is gewoon matchfixing. Het is gewoon echt matchfixing, jongens. Puur om het feit alleen al dat dat kunstgras zo erg dat spel vertraagt. Zo slecht is voor je benen ook. Is denk ik slim. Maar een klotenveld is dat daar. Snelveld ook. Heel glibberig ook. Weet niet. Heeft daar ook geregend denk ik in België. Het is heel veel gesproeid. Dat kan ook. Het is wel echt een mooi stadion wat ik ook al zei net jongens. Als het helemaal vol zit is het echt prima. Is het echt leuk ook. Maar aardig eindje verkocht. Tuurlijk is het een doordeweekse dag. Het is een donderdagavond. Ja, Antwerpen. Ik was blij dat hij erop was op België. Dus kon je hem nergens zien. Ja, nu.nl, dat is ook helemaal kloten. Stanks. Tegenover. En nu. Mietje, kijk ook meer dan alleen Stanks, jongens. Vlaar. Ja, buitjes. En nu, Wijndal voor het doel, Boadu. Voor het doel, Boadu. En die raakt hem. En die raakt ook in de botsing met de keeper. Ah joh, wat gebeurt daar? Gaat hij dan ook rood krijgen? Ik denk het niet. Zou ook een beetje raar zijn. Het is echt een... Oh, ruzie. Leuk. Wat raak je? Maar ja, wat... Ja, Marokkanen, dat hou je. Zo ben ik ook hoor, meteen de bovenop klappen. Ja, wat kan die doen in een halve seconde? Denk je dat hij zijn been kan afzagen? De keeper die gaat ook wel erg hard naar de grond. Hij staat toch weer? Wat heeft hij nou voor pijn, man? Ga weg, man. Maar alleen maar kaart aannaaien. Rot op, joh. Er gaat nog een rode kaart komen in deze wedstrijd, denk ik. Want het is echt zo'n wedstrijd van... ja. Ja, maar ruzie. Stanks ook ruzie. Beetje zeggen van kom op jongens. Beetje doorgaan, man. Beetje... Dat weet je, dat soort wedstrijden ook. Je hoopt gewoon dat het 4-4 wordt. Ja. Als het 4-4 wordt, is AZ door. Dan maken ze er 4. Dan hebben ze meer uitkomst dan Antwerpen. 3-3, 4-4, 2-2 is ook al goed. Dan is AZ ook door. Svensson, ja die krijgt geel, die lamkel. Ik snap niet dat hij nog geen gele kaart heeft gehad. Want dit is een aanval die doorgaat. Het is gewoon een gele kaart, scheidsman. Nu moet je hem wel geven. Nu is hij wel rechtvaardig. Maar als AZ er eentje maakt, is het voor hem niet erg. Idrissi, zoek hem op. Huppa, er langs. Keurig. Zo, hier. Laat hem maar vliegen. Ja, joh. Wat is er nou aan de hand, scheids? Ja, wacht maar tot de tunnel, zegt hij. Kom maar. Echt een Marokkaan, hè. Altijd wacht maar. Oh. Typisch Idrissi. Daar komt die keeper nog bij. Ja, echt idee hier. Hup, dat is gewoon een schouderbeuk. Hij is gewoon fysiek iets sterker dan die De Laat. Ja, dat is gewoon een schouderbeuk. Waar gaat het heen, die scheids? Waar gaat die scheids heen? Ik weet het echt niet meer, jongens. Kan echt niet meer. Oh. Die Idrissi die geeft hem dadelijk toch nog een keer een trap. Dan gaat dadelijk nog een rode kaart komen, jongens. Die fans gooien ook allemaal met dingen. Dus ze zitten dicht op het veld. Vuurpijl erbij. Nou, het kan. Als je goed mikt. Het veld is heel snel, heel stijl ook. Het is tenminste lekker echt gras. AZ wint op rode kaarten. Ja, dat zou inderdaad wel goed zijn. Als dat gebeurt. Maar ik heb het gevoel dat als je met
9 man speelt. Antwerp, dat ze er nog steeds gewoon zijn. Want met 10 man, ja. Het zegt wel wat meer, maar het is nu 10 tegen 11. Goed, doorzien. Ja, wat doen ze ook? Svensson of Lamkel. Nou, Lamkel is iets sneller dan Svensson. Ouwe Jan, Italië zou voor hem openstaan. Ja, als hij naar Italië gaat, zou het mooi zijn. Rafaelov. Fijne naam ook om uit te spreken. Rafaelov. Is het niet Rafaelov, maar Rafaelov. Is een speler die technisch ook vaardig is. Ik kan me nog herinneren, jongens, vorig jaar. Wie is dat? Ik ken hem niet. Svensson. Nee, ik hoop mijn eens. AZ moet zorgen dat ze er eentje inprikken. En dan gewoon zorgen dat je blijft staan op die 0-1. Maar met 10 man heb je wat meer geluk. Zorg nou gewoon, als Nederlandse club. Kijk, ik persoonlijk gun ik Antwerpen alles. Ook in deze wedstrijd hoor. Maar het is voor AZ gewoon simpel, zat gezegd. Je moet winnen. Ja. Rafaelov, sorry. Ja. Er gaan wel een aardig eindje gele kaarten worden gegeven. Israël heeft rood. Bij Beersheva heeft er ook eentje rood. Bij PSV heeft er eentje ook rood. Oh nee, laat maar. Nou, PSV is gegarandeerd sowieso Europees voetbal aan het spelen. Die gaan denk ik sowieso Europees voetbal spelen. Weet je, Antwerpen is gewoon een prima team. 2 minuten extra tijd. Maar het punt is, die Mbokani is een aanjager. Dat is een sterke gast voorin. En door hem kunnen ze ook veel meer scoren. Doordat hij ballen afgeeft. Die Lamkel is een goede voetballer. De Sart, Haroun, Rodriguez, Rafaelov. En ja, die Sek, die nummer 3, is ook een hele sterke verdediger. Idrissi. Mitjeu. Svensson, hij grijpt in, maar stapt verkeerd. En dan is het Vlaar die er hard in komt. Dat is een keurige tackle van Vlaar. Maar wat doe je? Die keeper mag hem niet in zijn handen pakken. Dus dan jaagt hij maar gewoon door. Idrissi, meteen door. Kijk eens. Ja, Idrissi wordt weer onderuit gehad dat hij er laat. Die twee hebben het helemaal niet meer met elkaar. Svensson. Geen als voor mogelijkheid, meteen terug. Doorgaan. Kijken, spelen. Nou, Koopmeiners, ros een keer. Koopmeiners! Ja, het schot wordt geblokt. Ja, oh Jan, wat doe je met zo'n bal? Het is de wedstrijd waarin het in één keer 0-1 kan worden. Maar ook in één keer 1-0 kan worden. 0-0 zou ook meest voor de hand liggend zijn. Dat is echt een bal. Nou, de 2 minuten zijn zo goed als voorbij. Nog 1 aanval. Ja. Nou, schrijf ik op zijn klokkie. En het is rust, jongens. Tot zometeen. Kwartiertje. Ben zo weer terug. Pak wat eten en drinken. En dan ben ik zo weer.
En ik ben weer terug, jongens, bij de tweede helft van Royal Antwerp tegen AZ Alkmaar. Jazeker, jongens, we zijn er weer. En ik hoop op een iets leukere tweede helft dan de eerste. Dat zou natuurlijk wel logisch zijn. Er wordt gewisseld, her en der. Althans, her en der. Wordt gewisseld volgens mij bij Royal Antwerp. PSV krijgt een grote kans. Als ze op 2-0 komen, zijn ze definitief in Europa. Dan hebben ze ook de overwinning meegenomen. Ik hoop het wel. Yes, PSV is definitief Europa, en boys. Heerlijk. Gudmundsson komt erin voor Thomas Aouyan. Mitroglou heeft gescoord aan PSV, dus dat is ook wel netjes. He, eindelijk. Nou, we gaan het zien. Zuria Espanyol, grote kans. Oké. Feyenoord heeft 1-0 gemaakt. Oké. Ook dat... is wel fijn uit fijn. Nou, en nu als enigste nog, denk ik, AZ. Dat is het enigste nog. Dat ze alle drie winnen. Dat alle drie top zijn. De tweede helft is begonnen, jongens. Tussen Antwerp en AZ. Wat zal de tweede helft op gaan leveren? Ik ben benieuwd. We kunnen een nieuwe elan verwachten. Want er is een aanvalletje bijgekomen. Dus AZ zal wat meer naar voren moeten leunen. En ja, hun moeten ook wat meer naar voren leunen. Dus dan zou het een eenzijdige wedstrijd misschien wel worden. Partizan Mol, de grote kat van Partizan. Maken, jongens, alsjeblieft. Ik knip altijd zo, als er een grote kans komt bij dat voetbal. Yes. Van Karovic. Knippen, knippen, boom. Nou, Wuitjens. De rechterkant gezocht. Ja. Vlaar. Het is zoeken naar het gaatje, jongens. Bolat. Veel druk gezet. Veel gehaast en veel gejaagd. Maar ja, dat moet ook wel in dit soort wedstrijden. Kijk, je verwacht ook niet veel meer dan dat er gewoon heel veel wordt aangevallen. Tuurlijk is het simpel. In dit soort wedstrijden gaat er ook veel aangevallen worden. Maar wanneer leidt het tot een echte grote kans? Boadu. Te slap. Veel te slap, zo'n bal. En ook veel te hard, zo'n bal. Daar kan je totaal niks mee. Zo'n bal kan je niks. PSV is helemaal definitief Europa. En staan 0-3 voor. Top. Malen heeft gescoord daar. Oké. Okay. Donja, my man. Stevie is helaas geblessa. Dat is jammer. Maar ja, zo gaat dat, hè, jongens. Mietje, goed gedaan, Vlaar. Bij HBC was er ook een kaart gevallen, een rode kaart. Kokje bij Feyenoord gescoord. Oké. Lange bal, Boadou valt ertussen. Die keeper die zit daar nog wel gewoon goed aan. Doet het prima. Niemand zit nog aan die bal. En dan is er een omschakeling met Lamkel. Lamkel, goed verdedigd wil ik wel zeggen door Svensson. Moet nu nog aan de bak. Klaar, weggekopt. AZ komt in de top 3 als ze in hun eigen stadion spelen. Dat heeft heel veel te maken met de eigen fans ook. Als je voor je eigen fans speelt, is het natuurlijk fijn. Stanks. Nou, het is alleen maar een overtreding hier, een overtreding daar, jongens. Nou, zo hoorde dat soort wedstrijden ook misschien wel een beetje te gaan. Lange bal. Bizot. Stanks.
Ah, vlaar. Het is een beetje rondspelen, jongens. Ik zou wel een verhaal willen vertellen als jullie zeggen over wat ik het moet hebben. Hier is hij. Nou, en nu sturen. Ja, als je nu goed kijkt, die verspeelt een bal weer. Echt, jongen. Heeft hij nog uit balans geraakt ook? Rodriguez, lange bal. Lange bal, die is goed, die is goed, die is goed. Die wordt omvergebeukt door Wuitjens. Niks aan de hand, zegt de scheids. Totaal niks aan de hand. Oké, dan gaat er nog eentje een duel aan. Met de keeper van AZ. Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt, jongens. Het is alleen maar aanstellerij van die lampkuil. En was dit een penalty? Nee, dat is geen penalty. Absoluut niet. Dan moet je wat sneller fysiek hebben. Dan moet je wel wat sterke fysiek hebben. Als je dan al valt, ja. Het is leuk als je valt, maar ja. Je hebt er alleen niet veel aan. Het gaat alleen niet, boys. Op hoop van zegen. Feyenoord 2-0 voor. Baten krijgt ook een grote kans. Oké. Nou, Feyenoord schiet zichzelf definitief de Europa League groepsfase in. We zitten nu met 3 erin. PSV, Ajax en Feyenoord zitten we erin. Dat is fijn. Dat is heerlijk. Stanks. En nu zoeken. Idrissi. Idrissi onderuit gehaald. Dan krijgen ze weer ruzie daar, jongens. Het is alleen maar ruzie, ruzie, ruzie. Dat is ook niet leuk, maar ja. Zo gaat het eenmaal, jongens. Kijk, als je nou gewoon lekker gaat voetballen. Dat is toch prima. Vrije trap voor AZ. Met Mietje. Voor het doel Boadou, Stanks en Vlaar mee. Dat is een beetje een positie waarin die in kan draaien. Daar loopt er iemand tegenaan. Dat was Koopmeiders, maar dan gaat hij er niet in. Die is nog in duel met iemand. Bovendag vandaan, doeltrap. Dani de Wit. Ja, Koopmeiners, ja. In een duel, hè? En zo gaat dat, jongens. Duels, duels. Wie gaat er naar de kant? Zwijtjes die naar de kant gaat. Sugawara komt erin. Er moet wel gescoord worden nu door AZ. Want als AZ niet scoort, heeft het heel veel problemen. Dan heeft het een Europees voetbal... voor niks. Want dan hebben ze meer uitgoals, hè. Antwerpen heeft 1 uitgoal. Als het moet er minimaal 1 maken. Lange bal richting Sugawara. Die raakt de bal niet. Het is een lastige wedstrijd, jongens. Het is een stugge wedstrijd, er gebeurt niet veel. En er zou ook niet veel gebeuren, denk ik. Maar als er iets gebeurt, is het wel veel. Dat weet ik wel. Ze zijn er 3 door. Oké, 3 Nederlandse clubs. Is toch wel lekker. Aan de ene kant zeker, aan de andere kant moet je er 4 hebben. Goed verdedigd de Vlaar. Rustig aangedaan. Wijndal.
Oh, wat doe je? Oh, wat doe je? Oh, wat dom is dit. Het schot! Ja, Bizot redt goed. Er is zoveel vrije ruimte achterin. Als ze die bal op het middenveld verliezen, zijn de Belgen er meteen uit. Ja, dat weet je ook. Meer is het ook niet. Je weet dat ze eruit komen. Het is dat hij zo slecht schiet. En dat hij zo, ja, over de grond schiet. Ja. Celtic krijgt grote kans om zichzelf de Europa League in te schieten. Definitief ook. Idrissi. Mijn clubje uit Schotland. Ik weet nog dat ze Champions League speelden. Het waren ook mooie tijden met Celtic. In de Champions League, boys. Nou. Wijndal met de voorzet. Bal wordt eruit gehaald door Sek. Hoekschop voor AZ. Ah, er komt wel wat meer aan. Ik zat net gewoon rustig lingo te kijken, boys. Vond wel leuk. Lekker even naar lingo kijken. Toppie. Boadou. Ook weer mee naar voren. Het zit aardig vol daar aan die kant, ja. Echt groot. Wat is het verschil tussen Anderlecht en Antwerpen in België met de hoekschop nu? Afvallende bal, Svensson. Wordt erin gepompt. Svensson, keurig gedaan nog. Maar nu zijn zij eruit met Lamkel. Lamkel. En die wordt gestuit. De Koopmijners, keurig. Moet gescoord worden bij Malmö, boys. Oh mijn god. Pauk staat B2 voor. Vlaar. Ze bouwen het echt wel sterk op, hoor, AZ. Alleen ze vergissen zich soms in alle dingen. Kan dat dicht aan, pap? Dankjewel. Svensson, nou, haal ik eruit op doel. Svensson. De voorzet, Boadou. Die wordt naar voren gerost. Er gebeurt er wat op het middenveld. Weer een overtreding. Berghuis en Kokcu hebben gescoord bij Feyenoord. Oké. Iedere deelnemer krijgt volgens mij 4 miljoen euro. Dus ook dat is lekker. Koopmijners. Idrissi, mooi weggedraaid, Idrissi, die doodt die tegenstander helemaal weg. En we worden voor AZ. Nou, Svensson, aan de andere kant is het helemaal open aan die rechterkant met Stenks. Stenks nu. En Sugawara, Boadou, oh, die kopt hem naast. Hoe kop je hem naast? Oh, jongen, dat was de grootste kans van de hele wedstrijd. Groter zou je niet krijgen. En makkelijker denk ik ook niet. Wat een enorme kans voor Boadou. Oei. De coach wordt helemaal gek. Ja, dat begrijp ik ook niet. Die wedstrijd die al gespeeld is. Ah, klopt. Daar heb je gelijk in. Ja, PSV was sowieso al door naar die 3-0 thuis. Nou ja. AZ is nog niet door. AZ is zeker nog niet door. Vlaar.
Dat is een diepe loopactie van Sugawara. Wat is dat voor bal, jongens? Wat is dat voor bal? Denk nou eens goed na. Om zo'n keiharde bal door het midden te geven. Dat heeft toch geen nut? Ongelooflijk. Klote voetbal. Feyenoord 3-0. Definitief de Europa League in. PSV 3-0 voor. Ook definitief de Europa League in. Nou, dat is drie Nederlandse clubs zijn we, jongens. Ja. Dus als het er nou niet uitvliegt, kom je er ook wel. Dan komen hun er weer uit. Met Rafael of. Vlaar. Eén rode kaart moet toch genoeg zijn? Dan moet je het toch gewoon uit kunnen spelen. Vlaar stapt verkeerd. Stanks, waarom dan weer terug? Draai dan open en ga dan door. Half uur nog, boys. Oh god, De Laat. Idrissi verslikt zich in De Laat. Nou, probeer er nog een hoekschop aan te verdouwen, zou ik zeggen. Rafaelov. Weer uit. Daar zit Bokani, die heeft zich al gedoucht en is gewoon lekker gaan zitten daar. Ik denk ook, bekijk het maar. Echt niet in de dingetje zitten. En nu, Boadu, sterker. Ach jongens toch, wat laat je toch aftroeven door die gasten. Sick, verlies de bal ook. Als het 0-0 wordt, wordt het dan verlenging, want ja, dan is het ook niks. Dus dan is het net als, ja. Oh, aan de andere kant is Antwerp er alweer weg. Nou, AZ was er ook alweer uit. Het ging zo snel, de regie is zo langzaam. Idrissi. En er ligt weer een De Laat op de grond. Ook dat nog. Het is weer niks met die voorspellingen, wat een grafdag. Score Malmö of iets, score. Niks. Ech, jongens. Die gaat tijd rekken natuurlijk, duurlijk, slim. Dat is hartstikke slim. Wijndal kan er ook niks meer mee. Het is alleen maar langzaam. Echt waar. Nou, ben benieuwd jongens of het nog wat gaat worden. Voor degenen die er zijn, abonneer op het kanaal met de link in de chat. In de chat jongens. Ja, of in de beschrijving. Ik zal hem er wel even ingooien voor jullie.
Dan weten jullie dat. Ja, AZ moet ook gewoon winnen. Het is lastig als ze niet winnen, maar ja, daar kun je niks aan doen. Svensson, nou. Wat nu? Sugawara. Sugawara met de voorzet, steek! Zo, en dan is die keeper daar weer, die Bolat. Goed red. Die heel goed red. Hoi, 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 jongens. Keeper heeft goed werk verricht. Maar er zou een keer een bal in moeten gaan. Er zou echt een keer een bal in moeten gaan. Of die snoeheid onder de keeper doorgaat, of niet. PSV door, Feyenoord door. Toch top. Ik heb liever dat we met een 4 in zitten. Want Utrecht en PSV... Utrecht heeft ons schande gegeven voor het Nederlands voetbal. Maar ja, we kunnen het niet op de fans afgooien. We moeten het op de spelers afgooien. Koop Meines. Draait hem weer in. Een slechte bal. Veel te hard, man. Je gaat toch niet op het middenveld zo'n bal naar die rechterkant geven met je binnenkant. Doe het dan gewoon met je buitenkant. Dan slingert hij nog... Zachter voor, dan geeft hij nog een meer effect. Dan kan je hem rustig aannemen. Maar zo'n binnenkant bal, die slingert naar voren. En die... Je hoopt zo dat er gewoon een goal valt. Een goal. Wijndal, keurige tackle. Maar wat doe wat wel best mogen doorjagen. Wijndal. Idrissi. Oessi. Nou, laat eens wat meer zien, jongen. Laat eens wat meer zien. Meer acties. Meer tempo. En sneller spelen. Het is niet alleen maar dat je tik, tik, tik. Je moet door. Speel net als Belgen, man. Die scoren tenminste lekker veel in de wedstrijd. Freddy Druif komt erin voor Svensson. Ik begrijp dat niet. Waarom je nog een verdediger... Ja, je moet scoren. Ja. Doe op het Frankfurt Strasbourg. Dan zou je het zien dat er daar allemaal gescoord wordt. Braga, Spartak, Moskou 2-0. Stanks of Idrissi. Jongens, jongens, jongens. Waar zijn we mee bezig? We staan met z'n allen voorin. Vergeten we niet wat dat er achterin ook wat moet gebeuren. Nee, je moet scoren. Dat is ook zo. Mietje. Een kutbal, jongens. Echt waar. Wat een klote bal weer. Het is echt ongelooflijk. Hoe jij een bal inspeelt is toch... Ja, je verdient 3-4 ton per jaar en je speelt geen eens een bal in. Stanks, nou. Stanks! Zo, oh, wat een redding van die keeper. Goedemorgen, zeg. Die heeft veel te doen vandaag. Ja, verwoesting. Veel verwoestingen zat er in dat schot. Mooie redding van die Bolat. Wordt genomen, goed genomen. Idrissi, die gaat schieten. Idrissi, legt hem af. Sugawara, ja, bal wordt van richting veranderd. Rafaelov. En nu, Gudmundsson, Idrissi, kijken naar het midden. Opendraaien, schieten, Stanks. Stanks, Stanks, op de lat. Oh, joh, jongen, hoe krijg je het voor elkaar op de lat? Die is toch ongelooflijk. Met rechts nota bene. Die keeper die zat daar niet meer aan, hoor. Die kon daar deze keer niks aan doen, die balat. Nou, ik denk dat Stanks dan ook nog wel een keer gaat scoren. Hier in één keer. En dan boom. Ja, hoeveel pech wil je hebben? Onbegrijpelijk, hè, jongens. Weer de lat. Weer de lat. Hij gaat er dadelijk nog wel een keer in, hoor. 90ste minuut plus 3 zou het zijn, als het moet. Druif, waar geef je die een bal, jongen? Abonneer allemaal op het kanaal met de link in de chat, jongens. Morgen een leuke video, dus ben erbij. Stanks. Technisch, heel technisch. Druif. Afvallende bal is voor Wijndal. Die schuift hem met een sisser naast. Maar die bal wordt nog van richting veranderd. Hoekschop voor AZ. We gaan er veel mee naar voren. Iedereen gaat mee naar voren. Iedereen wil mee naar voren.
Mietje. Mietje gaat die hoekschop nemen. Mietje. Bal wordt weggewerkt. Ja, nu moeten ze terug. Idrissi keurig verdedigd. Laat ze maar jagen. Wijndal. Sowieso, respect naar alle Belgen die er zijn. Mensen van AZ, ook leuk dat jullie er zijn. Dus ja. Gudmundsson. Sugawara, daar valt er eentje. Sugawara naar binnen. Sugawara met de voorzet. Denk, laat hem lopen. Is dat geen handsbal, zegt hij. Niks aan de hand. Bovenvoetballen. Zo'n wedstrijd zou het ook wel zijn dat er gewoon een penalty komt. Michio. Sugawara. Nee, Michio. Koop mij eens. Nou, haal een keer. Stanks. Met de voorzet. Daar is Sek die goed verdedigt. Goeie verdedigende tackle. Blijf abonneren, jongens. Doe dat. Hé, er komt er eentje in bij AZ volgens mij. Of is dat bij Antwerp? Dat is niet bij AZ. Rafaelov gaat eruit. Rafaelov gaat eruit, jongens. Niet Rafaelov, maar Rafaelov. Oké. En voor hem in de plaats komt met nummer... Ja. Honga, Hongla. Fijne naam. Misschien wel een aardige gast. Abonneer dan op het kanaal met een link in de chat, jongens. Doe dat. Maar die bal op de lat. Dat is echt... Zo. Dat is echt kloten, zo'n bal op de lat. Vlaar, ach jongen toch. Olietom. Blijf abonneren jongens. 4800 bijna gehaald vanavond. Dat zou kunnen als we het vanavond halen. Wijndal. Als we met 6 of met 5 in Europa hadden gespeeld jongens. Nu met 3. Misschien met 4, als AZ wint. Als AZ wint met 4, anders hadden we er met 5 gezeten door Utrecht. Stanks, nou. Nu een aanval. Stanks gaat naar binnen. Stanks gaat naar binnen. Stanks, Stanks. Idrissi voor de opening. En die geeft hem mee aan Wijndal. Die glijdt weg. Dat is helemaal geen penalty. Nee, dat is zeker geen penalty. Absoluut niet. 100% ook niet. Oh god, daar gaat hij. Ja, maar Bizot. Oh, Bizot komt niet. Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Oh, die bal gaat erin voor de Belgen. Oh, jongens, jongens, jongens toch. Hoe krijg je het voor elkaar om dit toe te laten? Hoe dan? Hoe krijg je dit voor elkaar om zo slecht te verdedigen? Om zo slecht te verdedigen. Echt waar. Echt niet normaal. Goeie aanval van de Belgen, maar echt. Om je zo weg te laten spelen. AZ moet nu scoren. Om voor een verlenging te spelen. Ja, het is een goede aanval, zeker. Maar dit is dus het punt waar het fout gaat. Je ziet dat er achterin niemand staat. Dat heb ik je al verteld. Achterin hoeft er... Oh, er hoeft maar één iets fout te gaan. Links, boven in beeld. Eentje gaat diep. Je weet dat er niks meer te halen valt. En dan gebeurt dit. Nou, dat is een prima counter, hoor. Echt waar. Counter uit het boekje. AZ moet nu scoren om op gelijke hoogte te komen en op een verlenging uit te gaan. Dat hebben we bij Utrecht meegemaakt. Ik weet nog dat het helemaal fataal en fout afliep. Dat ik er ook een half uur voor niks heb gespeeld en gezeten. Maar ja, dat doe je natuurlijk. Is het bij rood? Of geel? Hij krijgt rood. Hij krijgt rood. Hij scoort en hij krijgt rood. Wat is dit nou, jongens? Hè?
Hij deze shirt niet uit. Hij deze shirt absoluut niet uit. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die krijgt rood volgens mij. Yup, hij krijgt rood. Ja, twee keer geel. Omdat hij naar de supporters liep. En omdat hij alleen zo deed. Hij deed zo, pop. Alleen met je shirt een beetje zo, wat... Hij doet zijn shirt uit en laat hem ook nog zien. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, AZ gaat gewoon een doelpunt maken, denk ik. Dat moet hij niet doen. Ja, dat begrijp ik dat hij boos is. Ik begrijp dat hij boos is, zeker. Het slaat ook totaal nergens op. Die jongen die viert het met de supporters. Dat moet kunnen. En dan sta je met 9 man. Die trainer wordt helemaal gek. Die trainer wordt helemaal gek. Maar die is al een heet hoofd. Nu spelen ze met 9. Als je het nu niet kan winnen, of nu niet gelijk kan spelen, weet ik het ook niet meer. Dan zijn ze even slecht als Utrecht. Echt waar. Nou, koop Mijnes. Voor de gelijkmaker. Een dik kwartier heb je nog. Het is nu alleen maar de pot in. En als je dit echt, ik zweer het je jongens. Als je zo slecht bent om tegen 9 man niet een doelpunt te maken. Dan wordt het lastig. Dan wordt het erg lastig in je leven. 9 man. Een typische Twente wedstrijd. Twente kreeg, Groningen kreeg 2 keer rood tegen Twente. Dat waren 2 terechte rode kaarten. En nu zijn er weer 2. Nou, op zich nog wel een leuk wedstrijdje, toch? Ja. Nou, voor de gelijkmaker. Die bal gaat er weer niet in. Hoe is het toch mogelijk dat die keeper zo goed keept vandaag? Misschien heeft hij een premie gehad van €10.000. Ja, zou kunnen. Ja. Maar ja, het is misschien ook een sterk houden. Want anders sta je daar niet in de Europa League. Als je derde wordt. Idrissi. Dat is een goede bal. Nou, Sugawara, haal een keer uit, jongen. Sugawara. Die bal gaat weer over. Kan het, jongens? Hoe kan het? Abnormaal. Echt abnormaal. Duizenden kansen krijgen ze. Er zou er toch wel één keer eentje in moeten gaan. Want aan de andere kant krijgen ze 1 kans en ze benutten hem. Nou wordt die jongen weggestuurd, waar totaal nergens op slaat. Maar Totti deed dat ook. Manolas ging ook het publiek in. Florenzi ging naar zijn oma toe. Rare scheidsrechter. Rare gek. Vlaar wint dat kopduel. Ja, zij gaan ook aanvallen natuurlijk. Zij denken ook bij 2-0 was het Don. Is finesse. En dan gaat Boadu. Myron Boadu. Oh, die neemt hem niet goed aan. Nu kijken. Actie. Idrissi. Ja, jongens, waar ga je naartoe? Koop mij een Stanks. Kelvin Stanks. Naar binnen en schieten. Dat is het devies. Sugawara. Wie is het voor het toedruif? En dan weer niet. Oei, oei, oei. Hoekschop. Of niet? Ik ben wat achter. Ik zeg eerlijk hè, boys. Zo'n wedstrijd is leuk. Maar geeft mij veel zenuwen. Ah, dat vind ik wel leuk. Ik kan hier veel over vertellen. AZ speelt met 11 man. Met 10 veldspelers. Hun spelen met 8 veldspelers. En 1 keeper. Hoe ver wil je nog komen? Die gasten die gaan dat... Als ze dat voor is knap. Stanks. 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 Weer het schot van Stanks. Maar weer. Dit is de keeper. Hij moet meer naar de hoek komen. Moet meer naar die hoek schieten, jongen. Je hebt daar niks aan als je iedere keer naar binnen en naar binnen. Die keeper is een lijnkeeper. Dus die weet heus wel wat hij moet doen. Ze zoeken ook de counter op. En daardoor gaan ze ook het perspectief bieden om die 2-0 te maken. En zolang ze die 2-0 proberen te maken. En zolang ze die 1-0 vast proberen te houden. Uiteindelijk gaat het wel gewoon gebeuren. Dat je denkt van nou. Rode kaart. Rode kaart. Dan gaat er nog een keer iets vallen. Een vechtpartij dadelijk. Ik denk het wel. Boadu. Idrissi. Nou, 10 minuten. Er komen nog 7 of 8 minuten bij hoor. Of een verlenging. Kan ook. Jazeker. Na komt het beeld. Dus abonneert boys.
En als je privé op abonnement op privé hebt gezet, dan is het jouw schuld. Dan gaan ze nog wisselen daar, bij Royal Antwerpen. Volledig hebben ze het recht daarop. 73 kijkers, boys. Oké. België herkent mij ook. Deel mij ook allemaal, jongens. Alle Belgen love naar jullie sowieso. Zijn respectvolle mensen. Echt waar. Ik hou van jullie, België. Echt waar. Sowieso. Dus als jullie allemaal abonneren, morgen komt er een dikke video online, boys. Een dikke video. Hou al mijn Europese wedstrijden in de gaten. Klik op het kanaal. Linkje, jongens. Echt waar. Koop mijn eens. Nou, ga die aanval zoeken, jongens. God, er zit ook niks in. Mietje. Stanks. Nou, zoeken, schieten. Koopmijners, zoeken naar Wijndal. Wijndal, die probeert ook iets te vinden. Die zoekt. Zet zachter. Henk, zet zachter. Idrissi. Bob, zet zachter alsjeblieft. Ik kan me echt niet concentreren. Shit, man. Zoekabara. Die bal gaat ook weer naast. Oh mijn god, Boa, doe. Open doel, jongen. Wat is het? Wat is er aan de hand met die Myron Boadu? Het is echt. Boadu, jongens. Open doel, open dit, open dat. Tja. Als je dat soort kansen mist. Voor de tweede keer. Dan ga je het niet redden. Tijd tikt weg, jongens, maar voor AZ is het natuurlijk best wel makkelijk om een doelpunt te maken. Sugawara, Micho, zie, kijk en speel. Wat is dat voor een domme bal? Wijndal, Koopmijners. Wat is het? Oh, jongen, Koopmijners, ga eruit, wissel, ga achterin staan. Ja, jongens, het is echt voor de Belgen, jongens, voor alle Belgen onder ons hier. Dat is onder jullie. Niet onder ons, maar onder jullie. En ook onder ons. Is het mooi als jullie alle streams... ja, het is, weet je, ik vind het mooi om ook weer België... Is het ook weer iets nieuws? Ik bedoel, ja. Normaal is het Polen of Israël of Apoel of Pauk. Is toch iets anders dan een België? Want het is toch iets hechter. Veel hechter ook. Haten ze. Zijn net als snoepjes, je eet ze lekker op. Wijndal. Hij doet het echt niks. Nee. Mij is het net als ik een baksteen op jullie hoofd gooi. Vooral op de haten ze, is het mooi. Is het... Ja. Wijndal met de voorzet. En de bal eruit gaat door Sek. Nou, Wijndal, inslingeren die bal. Nu moet hij toch vallen? Ook niet. Ja, echt. Echt niks. Daarachter! Die bal gaat op de paal. Druif en die bal. Dan is hij al uit. Overtreding tegen AZ. Het is ongelooflijk. Scoren is toch zo moeilijk, hè? Er gaat nog een goal vallen, jongens. Zeker. Maar ja, wanneer? Nou, dan wordt het verlenging. Want hun hebben een uitgoal en AZ heeft dan een uitgoal als ze scoren. Oesie. Mietje, waar gaat die bal heen? Het is waar, dat 1-1 is gewoon 1-1. En dan wordt het gewoon een dodelijke verlenging. En dan gaat Antwerpen wel ten onder. Want met een verlenging wordt het lastig. Zeker met 9 man.
Koop mijnes. Gudmundsson. Dat is een goede bal. Druif. Doeltrap. Slecht gedaan, jongen. Hetzelfde als bij Twente gebeurde dat. Voor welke club staan jullie jongens in België? Is iedereen hier voor Antwerpen? Is iedereen hier voor AZ? Is iedereen hier voor Ajax? PSV, Anderlecht, Club Brugge, Gent? Weet ik veel voor wie jullie zijn. Ik ben benieuwd voor wie jullie allemaal zijn. Coach schreeuwt nog iedereen na. Nou, Koopmijnes. Je zou er toch nu nog wel een aanval moeten uithalen. Naar rechts toe. Goed zo. Zou dit nog pijn hebben gekregen, dat glas? Jezus. Stanks. Sugawara met de voorzet. Die bal wordt van richting veranderd. Penalty, of niet? Nee, geen penalty of wel? Ik weet niet wat er gebeurt. Huh? Geel voor Idrissi. Nou, er gaan nog dik 5 minuten bij komen, weet ik wel. Misschien is het niet eens nodig als er daar 2 goals worden gemaakt. Ja, dat is ook een lompe overtreding van Ousma, Ousi Idrissi. Allemaal abonneren jongens, voor welke club zijn jullie? Zeg het. Deze dingen was. Voor welke club? Ajax. Wat zie ik hier? Antwerpen. Feyenoord en Genk. Oké. Torino ook gescoord. Of wel. Jiménez. Vlaar. Koopmijnes. Mitchell, Stanks. Wat een klote bal, jongen. Oh. Ja, die rossen ze dan naar voren. AZ moet hun niet. Fortuna is een hele mooie club. Fortuna is een schitterende club. Shout out naar Fortuna Sittard. Altijd love. Stanks. Boadu. Stanks. Koop mij eens. Haal een keer, jongen. Het is alleen maar passen. Idrissi. Heel veel man voor het doel. Boadu draait zich om. Boadu. En dan... ook geen hoekschop. Fortuna is een schitterende club. Echt waar. Ze zijn van de dood opgestaan, jongens. Die KNVB heeft Fortuna zo vaak genaaid. Maar zijn teruggekomen. Zo hoort dat. Sla niet naar achteren. Sla ze harder terug. Klaar. Dat is het. Bolat, tijd tikt weg. Die coach is echt aan de drank volgens mij. Die is echt gek. Staat de hele tijd te schreeuwen, te springen en te zagen. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Alle respect voor het team hoor jongens, maar die coach van jullie is echt gek. Stanks. Misschien ook een man met passie. Oh, wat een klote bal, Stanks. Jongen. Nou, dan maar abonneren op het kanaal met de link in de chat, jongens. En Bokani. Ja, domme overtreding. Misschien heeft die man gewoon een beetje... ja, misschien heeft hij geen vrouw. Of is het net uit. Ken ook. Ziet er nou uit dat het echt steeds drukker geworden is daar. Het was eerst een beetje leeg, maar nu is het toch wel wat drukker geworden daar. Koop mijnes.
Sugawara, Stanks. Nou, spelen jongen. Je moet een goal hebben, anders kom je nergens. Koopmijners. Idrissi, nog een keer. Een late goal. Dat zou wat zijn. Stanks! Dan staat het toch gelijk. En is het de man die dadelijk heel veel doppen en bier naar zijn kop krijgt. En heel veel aanstekers. Maar toch flikt AZ het in de laatste minuten. Ook tegen 9 man is het weer de man. Die met Ajax in verband wordt gebracht. Die met PSV in verband wordt gebracht. Die met een aantal clubs uit het buitenland in verband wordt gebracht. En dan zet Stanks AZ op gelijke hoogte. Hij is helemaal door het dolle heen. Ja, zo hoort dat. Vechten voor het einde, tot het einde. Vechten voor je geld en werken voor je geld. Ook al sta je met 9 man, probeer gewoon het vol te houden. Ja, die schiet je mooi binnen hoor. Huis Bolat kansloos. Zo, hebben we 90 minuten op een goal gewacht. Goeiedag. Hoeveel minuten extra tijd? Dat wil ik wel weten. 5, ja dat zei ik al. Plus verlenging. Of er komt geen verlenging. Ja, als het een half uur verlengd wordt, ja. Dat zou zomaar kunnen, jongens. Maar dan ben ik er sowieso weer bij. Nou. Sugawara. Onder druk gezeten. Stanks was helemaal het dolle. Blijven abonneren jongens op het kanaal met de link in de chat. 100 kijkers bijna. Voor een wedstrijd van AZ. Voor een wedstrijd van Royal Antwerpen. Sowieso love naar alle Belgen die kijken. En vergeet niet. Ik kom ook naar België toe. Let maar op. Je gaat mij ook binnenkort in België zien. Misschien. Ik weet het nooit. Mietje. Nou zou het dan toch nog een doelpunt zijn voor AZ. Het zou nog kunnen dat AZ in één keer doorgaat. Stanks. Koopmijners. Die gaat halen. Koopmijners. En dan redt de keeper mooi. Keurige redding hoor. Bolat speelde keurige wedstrijd, die keeper. Die keeper, daar is niks mis mee. Niks mis mee, man. Schitterend. Maar het gaat puur om het team, jongens. Het team geeft niet. Gaat niet door. Dat is het dus. Yo, yes, eindelijk. Je bent er. Nee, 9 man wordt lastig voor hun. AZ is dan constant in de aanval. Ja, dat is een handsbal van Stanks. Ja, Antwerpen kan ook niks met 9 man. Die proberen het ook op penalties uit te lokken, maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Zo, Jesse, je bent er eigenlijk. Yep. 102 kijkers, boys. Voor een tussentijdse stream. Aha, aha. Ja, ja. We gaan lekker, we gaan lekker. Lof naar de Belgen, jongens, sowieso. Altijd. Echt waar. Shout-out naar jullie. Allemaal, stuk voor stuk. Want door jullie zijn, ben ik ook wat verder nu. Heerlijk. En nu Stanks, die geeft op Sugawara. En die schiet met het zijnet. Wat een kansen. 112 kijkers, boys. We gaan lekker. We gaan heerlijk. Ja, ja, zo gaan we weer terug naar het oude. Naar het oude vertrouwde. We gaan er 2 liggen. Ja, die zijn helemaal kapot, die gasten. Die zijn helemaal kapot, dat begrijp ik ook. Maar er zijn al 3 wissels geplaatst, volgens mij, bij dinges. 1, 2 wissels. Ja, je kan nog maar 1 keer wisselen. De mensen die ruzie stoken, meteen weg. Jongens, vertel iets. Wat is de mooiste club in België? Drop het voor mij. Ik wil nu die discussie horen. Wat is de mooiste club uit België? Laat het me weten. Stanks. Het zou ook in één keer afgelopen kunnen zijn. Stanks. Stanks. Oh, die bal wordt nog verlengd. Donk. Zo. Iedereen Genk zie ik hier. Brugge zie ik hier. Brugge. Nee man, Zulte Waregem. Ik vind Zulte Waregem gewoon een mooie club hoor.
Met Jordan Boutakka en zo. Genk. Genk Antwerpen. Oké. Okay. Anderlecht is de oudste club. Oké, okay, oké. Okay. Zo meteen verlengen, jongens. Als het 1-1 blijft. Ja, dat ga je krijgen. Sugawara. En nu? Of het wordt geen verlenging. Of het wordt geen verlenging, dan is het die Koopmeiners! En die schiet hem net naast. Dan is het nog één hoekschop. Daar is de hoekschop van de wedstrijd. Wat zou het worden? Iedereen blijft erin, boys. Ben benieuwd. Het is gelijk, het is, als de verlenging is, is het 1 minuut. Zitten ze, gaan ze water drinken, daarna gaan ze gelijk weer door. Dus het is gewoon, het gaat gelijk door, die verlenging. Het is geen pauze of iets, het gaat gelijk door. Voor wie zijn jullie uit Nederland, jongens? Alle Belgen, voor welke club vinden jullie Nederland het mooiste? Als jullie Twente zeggen, is het natuurlijk mooi. Ik weet het, dankjewel. Jullie love naar jullie. Stengs, hou mij in de gaten, boys. Onthoud mijn naam, de voetbalcommentator. Onthoud mijn naam. Stengs, doorkoppen. Diepo, het verlengde. Dan gaan we de verlenging in, jongens. Dan gaan we er weer een half uur tegenaan zitten. Ik heb het vaker meegemaakt. Bij Ajax Roda. Toen kwam mijn vader binnen. Toen had ik 1200 kijkers. Ik heb die live reactie nog steeds. Ja, dat was mooi. Toen moest ik stage lopen ook nog, weet ik nog. Ik zet iedereen ziet mij nog gewoon nu, jongens. Maar het is nu even. Ik zet hem even hier neer. Ze gaan gewoon door. Dus blijf allemaal in de stream, boys. Drink nu even snel wat water. Dat ga ik ook doen. En weer terug, boys. Oh, de verlenging gaat zo weer van start. Ja. Dus ik snap niet waarom er niet gewoon een golden goal wordt gezet. Met 9 man houden ze het nog best wel lang voor. Die gast. Het is dat AZ de kans niet afmaakt. Maar als Antwerpen doorkomt, dan zou het schandalig zijn dat AZ dit laat gaan. Echt serieus. Zonder Mbokani en Lamkeil komen ze er ook niet meer aan te pas. Maar sowieso, alle lof naar België, jongens. Alle lof naar de mensen die van AZ komen. Alle lof naar neutrale supporters. Ik weet het. Ik weet het. Stengs of Promes in Oranje? Nou, Promes is gewoon een hele mooie voetbal om naar te kijken. Ook bij Twente voetbal natuurlijk, maar ik weet hoe die jongen is. Die jongen speelt bij Ajax niet op zijn plek op dat kunstgras uit bij Emmen. Daar hoef je niet te spelen. Daar hoort zo'n speler niet te spelen. Dat kan niet. We gaan kijken hoe het gaat aflopen, jongens. Of AZ het doorgaat. Zo. Frankfurt rood. Rebic heeft rood gepakt. Oké, heel raar. Antwerp 2 rode kaarten.
Zou fijn zijn als er, als er iets leuks gebeurt. Maar ja, jongens. Ik gun het Antwerpen, ik gun het AZ, ik gun het ze alle twee. En dat weten jullie. Morgen komt er een dikke video online, jongens. Houd de tijd in de gaten. Ergens in de middag komt er een dikke video online. Middagavond. En dan gaan we van start met een nieuw onderwerp. Een nieuw project. Een project waar ik heel lang aan gewerkt heb en heel lang op gewacht heb. En dat gaat morgen uitkomen. Dus hou mijn Insta in de gaten. Be ready, jongens. Tomorrow. Het wordt leuk morgen. Gaan er nou heel veel fans naar huis? Of heel veel fans gaan wat drinken pakken? Ja, ik denk ook. Stonden we voor? Staan we nu met 2 rode kaarten? 1-1 gelijk. Het is nu voor AZ doel. Nieuw stadion bouwen. Deze wedstrijd sowieso winnen. En dan proberen gewoon een... Jongens, 25.000 man moeten er toch wel inpassen in het Alkmaar. In het stadion van AZ. Er wonen toch op zich wel redelijk veel mensen in Alkmaar. Ik weet nog toen het nieuwe stadion werd geopend. Toen waren er voor mij 19.000 man daar in dat stadion. En dat is het stadion dat nu is ingestort. Voor de mensen die het niet wisten. Voor de Belgische mensen die het niet wisten. Toen jullie in Enschede moesten voetballen. Dat is allemaal natuurlijk kloten. En jullie mogen de burgemeester van Enschede bedanken. Wij hebben daar niks mee van Twente. Ik ben van Twente. Wij hebben niks met die Enschede burgemeester. Wij hebben daar nooit iets mee gehad. Dus aan Twente zal het niet liggen. Wij gaan dat stadion aan aanzetten. Wij willen goed wil tonen. En iedereen moet met elkaar doorgaan. De derde helft begint, jongens. Het is geen Bob. Het is geen Bob derde helft. Het is de derde helft van de verlenging. We gaan er weer voor, boys. Hydrici. Normaal is het bij het tweede flesje water gewoon klaar. Maar ja, nu moet ik er 4 drinken. Volg mij op Insta, je boys. Brandon de voetbalcommentator. Ik noem je naam op, als je dat wil doen. Stuur het naar al je Belgische vrienden. Oma's, tantes, nichten, goudvissen, buurman Pieter, buurman Henk. Weet ik veel naar wie je het toestuurt, maar doe dat gewoon. Oh, die is best... Oh, die gaat geel krijgen. Of rood. Nee, geel. Voor Koopmijners. Je moet oppassen. Je moet geen wegwerpgebaren maken. Ik had toch wel verwacht dat hij een rode kaart zou krijgen, Koopman. Want hij was het door, hoor. Die, ja, sorry, jongens. Mongla, volgens mij. Sek mee naar voren. Oh, god. Ja, nu gaat Antwerpen gaten achterin laten vallen. Waarom zou je nog meer kaarten proberen aan te naaien, jongens? Doe dat nou niet. Ze staan al met 9 man. Waarom wil je ze nog meer kaarten geven? Wil je ze dat... Ik ken het zo goed tegen de amateurspeler van het vierde helft uit België. Ja, kom op, man. Wees wel een beetje respectvol en een beetje sportief. Slaat nergens op. Ga dan gewoon... maak er dan gewoon 4. Idrissi. Mitchell. Als AZ er 1 maakt, moet Antwerpen er 2 maken. En nu, Wijndal! Wat klote vlieg, man. Oei, joh. Stinkbeest. Oh. Altijd die mugjes, jongens. Goeie redding. Hoekschop. Goedmolson. Goedmolson! Die is links natuurlijk, maar die kan daar niks mee. Bolat. Ik ben benieuwd, jongens. Welk verhaal van België willen jullie weten? Oh, nu. Nu moet AZ er toch uitkomen, jongens. Wat een slechte aanval, maar die kan nog goed. Nee, nee. Mitchell moet eruit, echt. Die jongen moet er echt uit. Oh, wat is dit voor bal? Wat is dat voor onnozele bal? Vlaar stapt in. Keurig ingestapt. Vlaar zou toch nog, op zich nog best wel bij Feyenoord aan de leider, een leiderschap kunnen zijn. Als je die nou voor Bottingen erin zet, kan Vlaar gewoon daar achterin spelen bij Feyenoord. Ja. Ik bedoel, bij AZ speelt hij lekker, maar... Zou toch nog een keertje terug mogen komen voor, bij Feyenoord. Ik ben niet voor Feyenoord, maar... Ik gun hem die stap nog een keer van harte.
Nou, Tilburg is met Willem II is met Royal Antwerp. Snap je? Daarom. Harde kern. Of supporters met elkaar. Ik weet niet hoe dat precies zit. Nou. 2, 4, 6, 7 man staan er voorin. Eentje achterin. Fortuna, Genk. Denk het. Ik weet niet wat Fortuna heeft met Genk. Voor mij wel. Nou, de vrije trap. Van Jurklerhout. Die slingert hem voor. Dat is een gevaarlijke bal. Wordt nu weggewerkt. En nu is aanzetten met 6 man uit. 2, 4, 6. Jazeker. Is dat een goede bal, Pedrici? Ja, dat is een keurige bal. 2, 4, 6 inderdaad voor het doel. Oesie, meegeven voor het doel. Oh jongens toch, niemand meer. Ja, ze zijn helemaal uitgeput bij Royal Antwerpen. Als ze dit over de streep weten te trekken, Royal Antwerpen, geef ik ze echt alle credits. Alle credits. Dan mag AZ zich doodschamen. Thanks. Klote mug. Michio. Sugawara. Michio, ze zoeken naar het gaatje. Koopmeijers, die gaat halen. Koopmeijers gaat halen. Koopmeijers op de paal. En dan gaat hij weer de keeper er niet in. Boadu. Afleggen. En dan ook Sugawara niet. Stanks. Actie. Die legt hem op. Op. Oh, die gaat erin. Dan staat er 2-1 voor AZ. En is het Ferdi Druijf die het doelpunt op zijn naam mag schrijven. En nu moet Royal Antwerpen er 2 maken. Omdat ze dan meer doelpunten hebben. Ja, ja, nu zit hij er wel in. Nu zit hij er zeker in. En AZ gaat voorlopig Europees voetbal spelen. En voorlopig staat Nederland met 4 clubs in Europa. Oh, dan gaan ze die supporters natuurlijk uitlokken van Antwerpen. Moeten ze niet doen. De keeper krijgt nog ruzie. Oh god, vechtpartijtje, ruziepartijtje. Oh nee, ja, daar gaan we weer. Druijf is hartstikke blij natuurlijk. Zeker. Zijn we ooit nog zo met zoveel clubs in Europa geweest? Wanneer is dat gebeurd? In 1940. Hier het schot op de paal via de keeper. Keeper heeft trouwens geel gehad. Wegens een ruzietje. Hier zoeken we naar Stanks. En dan Stanks legt hem af. En die legt hem af op Michio, Michio. En dan Druijf die hem inkopt. Die gaat voorlopig niet naar Sparta. Als de marktwaarde is nu met een ton of 6 gestegen, denk ik. Voor mij loopt het helemaal uit de klauwen daar, inderdaad, ja. 1-2, jongens. Oh god, wat gebeurt er? Oh god, wat gebeurt daar nou? Wijndal krijgt geel. Die spelers worden gek. Die trainer die schiet helemaal uit zijn slof. Ja, dat krijg je. Die scheids wordt... Ik weet niet, jongens. Oh, hier gaan ze nog kijken naar dat buitenspelmoment. Maar Boadu doet daar... Ja, Boadu doet daar mee. Ja, Boadu doet daar mee. Dus het moet buitenspel zijn geweest. Het moet buitenspel zijn geweest, inderdaad. Dit is een onterechte goal. Als die doorgaat. Het is een zwaar onterechte goal, want hij doet mee in het spel. Dan hoort hij afgekeurd te worden. Als je geen VAR hier hebt, heb je heel veel geluk. Als ik zou... Ja, die gaat afgekeurd worden als er een VAR is. Heel veel gele kaarten zijn er al gevallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gele kaarten, jongens. Leuke wedstrijd. AZ is dus nog niet helemaal door. 9 man en ze houden het nog steeds vol. Ongelooflijk, hè? Is het een terechte goal? Wat gebeurt er? Is het een terechte goal? Hij gaat door. Dit is onterecht, jongens. De VAR is er nu niet. Het is een doelpunt. Heeft AZ hier zoveel geluk? Echt waar.
En wel bij een oefenwedstrijd van Feyenoord de VAR gebruiken. Ja, dat is, onterecht. Best onrechtvaardigheid, daar kan ik echt niet tegen. Zoals het bij mijn eigen club gebeurt, ja, het slaat nergens op. Het is leuk voor het Nederlands voetbal, maar het slaat nergens op. Geen VAR. Ja, hij heeft AZ geluk. Wordt er nog gewisseld? Nou, er zijn heel veel gele kaarten gevallen, ja. 11. Dan gaat er nog een wissel geplaatst worden. Staat nu 2-3 in verhouding. Dus 3-3 is gelijk. Is 2-2 is uit goal stellen voor 2. Dus dan gaat hij sowieso niet door. Een langere avond met de Nederlandse club, jongens. Wanneer is dat voor het laatst gebeurd? Nou, dat was met Roda Ajax. Maar dat was ook geen Europese avond. Dat was gewoon een... Ja, was wel leuk dat ik mijn record aan aantal kijkers heb gepakt toen die tijd. Nou, nu Boadou om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. En die gaat eraan. Dat is dan een rode kaart. Dat is een rode kaart. Ja, daar gaat er nog één af. Dat is 8 man. Ze spelen nu met 8 man. Ah, zonde. Gaat hij geel krijgen of rood? Gun die jongen toch alleen een gele kaart, man. Laat toch staan. Laat toch staan. Ga die jongen nou geen rode kaart geven. Alsjeblieft, doe dat nou niet. Schaf die regel af. Als je toch al met 9 man moet spelen. Schaf die regel alsjeblieft af. Zeg als AZ-speler, schaf die regel af. Oh, het is Dylan Batu, Bin Sika. Ja, gelukkig heeft hij een gele kaart gepakt, maar... Ja, dan zou het echt zonde zijn. Nou, die jongen krijgt geel alleen. Nou, die gaat er dwars doorheen, die penalty. Denk ik wel. Voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn. Abonneer dan op het kanaal met de link in de chat. De penalty gaat genomen worden door Teun Koopmeiners. En hij gaat AZ of naar Europa inschieten. Of houdt Antwerpen nog een 1% in leven. Teun Koopmeiners om 4 clubs in Europa te schieten. Om Ajax, PSV en Feyenoord en AZ dus in Europa te schieten. Het is 1, 2, 3 goals van AZ. En het is nu de wedstrijd rustig uitspelen. Een kwartiertje en dan is het klaar. AZ gaat Europa in. 3 goals van AZ. Het is 4 clubs die we in Nederland hebben, jongens. 4 clubs zijn we er eindelijk een keer weer bij. En hoe? Helaas voor Utrecht dat ze gestrand zijn. PSV Europa in. AZ die gelukkig doorgaat nu. Maar ja. Zo gaat dat, hè, jongens. Ja, ja. Dus het is 1-3 boys. In verhouding 1-2-4. We moeten hun de 3 maken. En dan zitten ze er pas op rozen. Maar ja, 3. Ik denk dat AZ 1-4, 1-5 nog gaat maken. Stanks, om het avondje nog wat mooier te proberen te maken. Ik snap niet dat er niet gewoon bij Golden Goal wordt afgefloten. Dat was vroeger zo. Want dan had je gewoon wie de eerste scoort in verlenging. Hoeft niet die half uur verlenging in te gaan. Sugawara. Boadou. Europa League loting. Ik weet niet wanneer die is, boys. AZ Celtic. Dat zou een mooi affiche zijn. En zeker thuis. Al de Europese wedstrijden komen hierop, boys. Allemaal. Europa moet je bij mij zijn. Champions League moet je ook hier zijn. Ajax, PSV, Feyenoord, allemaal hierop. Er gaat nog een enorme vechtpartij aan staan zometeen. Ik hoop dat ze zich een beetje in kunnen houden. Ach ja, die trainer probeert die gasten ook gewoon rustig te houden, weet je.
Die trainer zegt ook, we staan achter, joh, doe normaal, ga gewoon lekker voetballen. Hoeveel wissels mogen ze eigenlijk in die verlenging doen? 2, 3? Zo wil ze willen. Robert Kuryman komt erin voor Rashid De Laat. Loting morgen 12 uur? Oké. Nou, dan gaan we kijken, jongens. AZ, Ajax zit in de pool bij Valencia, Chelsea en Lille. Lille is een lastige ploeg, jongens. Zijn er ook weer bij sinds weet ik veel hoeveel jaar. Of zijn er voor de eerste keer bij, dat kan ook. Boadu. Je moet verschrikkelijk oppassen dat die agressie niet te hoog wordt daar bij die Belgen. Want er gaat eigenlijk een Achillespeesje aangeraakt worden. Stanks. Hoedmonson. Micho. Spelen en spelen is het. Ik weet niet waar die loting op komt, boys. Ik weet wel dat er morgen een dikke video aankomt. En het gaat leuk worden voor iedereen. Allemaal subben op het kanaal met een link in de chat en link in de beschrijving, jongens. Klik daarop. Volg mij op Instagram voor de meeste en de leukste dingen. Brandon de voetbalcommentator. Doe dat natuurlijk sowieso eventjes, jongens. Echt waar. Doe dat gewoon. Gudmundsson. Stanks. Gaat er nog een vierde plaats vinden? Gudmundsson. Slecht aangenomen. Ik zou als ik AZ was gewoon Stanks lekker wisselen. Boadu lekker wisselen. Of Vlaar zou ik wisselen trouwens. Want als je nou gewoon simpel nadenkt. Je hebt nog wissels. Je hebt, hoeveel heb je er gewisseld? 3. Ja, 3. Nou. Zie je. Morgen Eurosport 1, 12 uur. Dus morgen allemaal feest voorbereid, jongens. Grote aankondiging. Waar jullie allemaal op hebben gewacht. Iets nieuws van mij. Buiten alle voetballivestreams, iets nieuws. Dit is mijn hobby, dit is mijn ding wat ik altijd doe, maar er komt iets. Ja, iets groots. Dus wees voorbereid. En ik ben bezig met nog meer plannen achter de schermen. Dus voor jullie ook nog leuker. Stad voor Balbizot. Die doet ook rare dingen. Doeltrap. Ja, weet je... Ik zou ook zeggen, vallen de 3 goals. Ja, die gasten gaan ook al weg van Antwerpen. Die hebben het ook al gezien. Tuurlijk, dat is ook zo. Maar ja, ik zou gewoon blijven zitten tot het eind. Tot het bittere eind. Gewoon lekker blijven zitten. Het is je eigen club. Ga nog een kwartiertje door, jongens. Om de wedstrijd definitief af te sluiten. Dat is ook zo. Het is dat de supporters bij elkaar blijven. Sowieso, logisch. Je moet altijd achter je club blijven staan. Nooit iets doms doen. Nog even bij elkaar, zegt de coach. Nog niet denken dat je gewonnen hebt. Gewoon doorgaan. Tuurlijk heeft AZ al gewonnen, maar nu even een beetje de focus erbij houden. De zogenaamde focus, de bla 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 focus. Tuurlijk is dat zo. De stewards een beetje praten met de fans, dat moet toch ook gewoon kunnen. Nou, tegenwoordig is dat gewoon nog wel wat leuker. Bestaat die club al sinds 1880, joh? 130 jaar al het. Ah, hij geeft wel aardige instructies. Natuurlijk begrijp ik dat. Je moet ze nog steeds op de kop tikken. Hij zegt ook, we zijn er gewoon, maar kom op jongens. Denk na, hou je kopje erbij. Het kan zomaar helemaal fout aflopen.
1 uur. Ik weet niet of ik er dan ben, boys. Ja, ik denk dat ik er wel ben. Ja, iets van... Ja, 1 uur kan ik nog kijken, rustig. Je hebt een leuk teruglijstje nou ook maar. Maar wanneer gaat er nou een keer een nieuw stadion worden gebouwd? Of wanneer gaat er nou een keer eindelijk een nieuw iets worden neergezet? AZ heeft heus wel geld om een nieuw stadion neer te zetten. Dat is echt niet zo dat het niet kan. Want, ik bedoel, kijk. Je kan ook denken van, we kunnen nadenken wat we kunnen doen. Ja, goed nadenken van, hey. Ja. Snap je? Ja, morgen is 1 uur is voor iedereen werktijd. Dat begrijp ik. Pauzetijd, werktijd. Ja, dat is ook zo. Nou, de tweede helft gaat beginnen. We gaan gewoon door. Gaat AZ er nog eentje bij tikken? Had die 1-1 niet geteld, dan waren we nu nog steeds bij die 1-1 gebleven. Had die 1-2 niet geteld, waren we nog steeds bij die 1-1 gebleven. Ik hoop niet voor Feyenoord of voor AZ dat ze bij Torino of Wolverhampton in de ploeg komen. Of bij Frankfurt. Nou, ze gaan er wel vandoor. Nu kan daar nog een goal uitvallen. En dat is goed verdedigd door Wijndal. Grote kans voor Frankfurt. Die gaan 2-0 maken. Die gaan zeker 2-0 maken. Maar ja, Kostic is de naam. Hun speelde 1-0 uit. Verliezen ze en dan gingen ze door. Thanks, man. Kijk, ik probeer de mensen alles mee te geven. En dit is nog maar 10%, boys. Het liefst zit ik heel de dag verhalen te vertellen. Heel de dag lekker praten over voetbal. En voor mij is het simpel. Ik moet gewoon een eigen talkshow beginnen. Ja. Dat moet ook gewoon gaan gebeuren. Ja, gaat Boadu, is dat buitenspel? Ja, dat is Boadu. Ik denk dat ik gewoon een eigen voetbaltalkshow ga opzetten. In de toekomst, hoor. Nu nog niet, maar... Ja. Ik vind het ook fijn als mensen het gewoon waarderen. Tuurlijk is het anders als mensen het waarderen in de echte zin. In de echte woorden. Gewoon diehard zijn en praten. Maar als mensen alleen maar zeggen, alleen maar liken. Misschien wel abonneren is ook top. Maar als je gewoon iets zegt en gewoon meepraat. En je het gewoon deelt en doorgaat. Mij volgt op Instagram. Er komt iets leuks. Blijf het preparen. Blijf het voorbereiden. Morgen sowieso. Middag of avond staat er een video op. Ik kan nog niet helemaal de tijd... doorzeggen of iets zeggen van de tijd. Want ik weet de tijd zelf niet eens. Ik zou het anders gewoon zeggen hoe laat die video online zou komen. Maar reken er maar op 4, 5 uur. Of 5 uur, denk ik. 4 of 5 uur. Nou, laten we zeggen 5 uur of later. Kan ook eerder zijn, maar reken maar op 5, boys. Ja, die keeper gaat liggen, Bizot. Ja, Vlaar zegt rustig, rustig, er is niks aan de hand. Kom op, Vlaar is echt een captain. Vlaar is echt een captain. Dan gaat Druif nog een keer. Nou, gaat AZ een vierde erbij prikken om ze 100 miljoen % die Europa League in... Nee. Want als dat net een goal viel, hadden ze er nog maar één nodig. 1 is 2, 3. Is 2 is 3, is 4. 3, 4 staat het dan. Klaas gaat er nog in komen bij AZ. Nee man, ik speel geen Fortnite meer. De lol is er vanaf. Season 1 was de goede tijd. 2, 3, 4 was ook nog de goede tijd. Maar daarna is het echt slecht gegaan. Nou, Klaas gaat er nog in komen. AZ wil alles op alles gooien om geen blessures te vangen. En mocht je nog wissels hebben, zou ik er eentje achterhand houden. En dan in de... 115e minuut wisselen of zo. Sowieso. Strijk. Ik heb ze aangeklaagd. Je weet niet. Geen probleem, boys. ook rustig sleep ik voor het gerecht. Geen probleem. Nou, stuur hem op, Druif, Idrisi.
om nog een vierde te maken. Dat zou toch wel top zijn. Weet je wat die gasten moeten lekker moeten gaan doen van Rode Antwerpen? Hotelletje pakken. Lekker onder de, in bad gaan. Lekker met een frikandel of zo erin gaan eten. Lekker een frietje pakken. Dikke burger erbij. Een biertje erbij. En gewoon lekker gaan genieten, joh. Maak je niet druk. Je hoeft je niet te schamen dat je tegen AZ bent uitgevlogen. AZ moet zich schamen op de wijze waarop ze er geen twee hebben gemaakt. En op de wijze hoe ze hebben gespeeld. Rode Antwerpen speelde hartstikke lekker. Ze zijn er met de fans naartoe gekomen en ze zijn er gewoon altijd achter blijven staan. Dat moet je ook gewoon zeggen. Veel lof naar Antwerpen. Nogmaals, nou, daar komt de vierde. Ja, nee, daar komt de vierde niet. Mooie tackle. Schitterende tackle. Nou, gaat er nog een vierde komen? Daar is dan de vierde. Ja, ja, ja. Dan is het Meijer. Oh, die is buitenspel. Sloes. Ik dacht dat de vierde al wel viel. Hij viel er ook in, maar het was buitenspel. Turbo building is terug. Ja, wat is maar dat nou? Jordi Klaasie. Mag nog 10 minuutjes even erin komen. Van Myron. Toch is druiven heel belangrijk, hè? Ik zou lekker gaan doen naar deze wedstrijd, jongens. Een zak chips, zakje chips nemen. Mijn vader zit me zo aan te kijken van, wat denk je nou zelf? Maar Kees. Nee joh, lof naar mijn vader. Het is irritant dat er een verlenging is van een half uur. Ik snap nog steeds niet waarom er niet een golden goal wordt gegeven. Schaf die regel van een half uur verlenging nou af. Wie het eerste scoort, wint de verlenging. En een half uur, als je er dan twee maakt, joh. Ja, jongens. Nee man, ik heb pas volgende week school. School, spijbelen, leuk. Ja. Idrissi, ik zag daar wat gebeuren bij dat Royal Antwerpen, bij die harde kern. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die hekken breken er een beetje open. Ze zijn een beetje boos volgens mij. Oh, ze wilden naar dat... kijk, kijk, kijk. Ze gaan dat hek openbreken. Oh ja. Die gaan nu vechten met die van AZ. Oh god, dat gaat helemaal escaleren daar. Jongens, doe nou rustig aan. Support je club. Hou het rustig. Laat je niet uitdagen. Je moet denken, wij zijn de betere geweest vandaag. En Royal Antwerpen is ook de betere geweest vandaag. Die zijn ook heel sterk aan te pas gekomen. Je moet ook jezelf een keer waarderen. Gewoon nadenken, jongens. Gebruik je kopie nou eens, man. Anders krijg je weer een boete van die bond. Denk je dat jullie dat leuk vinden? Daar in België is het ook één corrupte teringzooi, hoor. In Nederland ook. Ja. Denk je dat ik daar helemaal niks van af weet, joh. Ik heb er zoveel mee meegemaakt. Mijn eigen club. Allemaal Fortuna. Iedere club. Fortuna is niet mijn club, maar Twente. Snap je? Idrissi, nou, nog voor de vierde. En die gaat erin. Ja, dan staat het 1-4. En dan worden ze helemaal gek daar. Goedmanson die de 4-1 binnenprikt. Doorgaan, lopen en gewoon gaan, jongens. Gewoon gaan, man. AZ is 100 miljoen procent Europa in. Staat vast. We zitten met 4 clubs erin, jongens. Nee, man, grapje. Ik ga niet spijbelen. Ben je gek, man. De eerste dag is juist leuk. Ik moet nog wel even naar kapper, maar... Snap je? Begrijp je? Idrissi heeft niet gescoord, maar wel assist. Ja, vriend. Wie denk je dat hij is? Stinkvlieg. Ik zeg, golden goal moet er gewoon vallen. Oh god, ja, het escaleert daar. Oh god, kijk eens, Bob. Bob. Hé, hey Henk. Kijk eens, supporters het veld. Oh, oh, oh.
Ja, die jongens, denk nou eens na. Denk nou verdomme eens na. Het is je eigen club. Laat je niet uit het veld lokken. Door die gasten. Laat je niet uit het veld lokken. Maai. Jullie zijn de hele wedstrijd veel beter geweest, man. Het is dat het op die twee rode kaarten aankwam. Maar denk na. Hou je sterk, hou je support goed en hou je support groot. Voor de mensen die dit leuk vinden, als de eigen supporters gewoon niet gewaardeerd worden. Denk na, je eigen support, je eigen club. Ga die niet rouwen, ga die niet in het slechte licht zetten. Jullie worden allemaal, in de kranten worden jullie in het slechte daglicht gegooid. Dat geeft jullie weer irritatie. Kijk, dat hek wordt dan dichtgehouden. Die willen door, ja, die willen door dat hek heen. Die willen naar die supporters van AZ Alkmaar. Kijk. Kijk. Ja, die gaan natuurlijk naar die... Ja, dat gaat helemaal fout daar. Die stewards die komen er ook niet aan te pas. Wat zou je doen bij zo'n ruzie? Nou, nooit mee bemoeien. Weggaan. Of in welk perspectief bedoel je ruzie? Ruzie van... wat voor ruzie bedoel je, Kelvin? In welk perspectief? We zijn onderbroken, jongens. Echt met vechten en zo. Dat ik in dat vechtpartijtje bij betrokken ben, of dat ik gewoon als speler daar ben. Als die keeper die daar bijvoorbeeld het tegenhoudt. Of gewoon echt daarin zit. Daar gewoon buiten die supporters. Buiten gewoon links van die harde kern. Dus 20 meter verder van die harde kern zit. Bedoel je dat? Als je bij betrokken wordt. Ja, weet je wat ik dan doe? Weg, gaan, los. Meteen weg. Echt meteen. Ik zou meteen weggaan. Denk je dat ik daartussen ga staan? Absoluut niet. Ja, weet je, de spelers kunnen er niks aan doen. Ik zou meteen een snelle WGL zetten, jongens. Echt waar. Meteen. Echt waar. Jongens, jullie zouden daar toch ook niet willen tussen staan? Wat denk je als je dat in de arena krijgt? 50.000 man. Die er allemaal omheen staan. En als daar een vechtpartij uitbreekt. Hier is het nog dat je weg kan. Maar in de arena wordt het heel moeilijk. Maar ja, speel die wedstrijd gewoon door, 5 minuten. En dan laat dit gewoon een beetje achter. En dan gaan ze daarna wel weg. Ja, jongens, die spelers die denken ook, waarom? Doe het lekker na die wedstrijd misschien. Ja, ook niet. Die keeper zegt ook, fluit maar af. Ja, die keeper kan niks beslissen. Ja, die gasten aan het tegenhouden bij het hek. Omdat als dat hek openbreekt, dan breekt de hele ellendige klerenzooi natuurlijk uit. Ja, nee, maar als je dat gewoon hebt. Als je dan gewoon een shotgun hebt, dan gaan ze allemaal weg. Ja. Ja, gewoon een paar traangasbommen, inderdaad. Dus de politie mag alles gebruiken, dus waarom niet? Ik snap niet waarom ze zo laks zijn daar. Het gaat niet om een duel zonder supporters. Het gaat om een duel zonder die harde kern. Weet je, voor de echte supporters is het kut. Want ze zijn allemaal daar naar het stadion gekomen. En dan krijg je dit soort calamiteiten weer. En dit soort ellendige shit weer.
Staat 2-5 in verhouding. Wil Antwerpen er nog 3 in 4 minuten gaan maken, jongens? Kom op, man. Gaan we door? Nou, hè? We gaan nog door. Ja, levenslang stadionverbod, daar ben je er vanaf. Nou, ze gaan door. ...115e minuut waren we, dus scheidsrechter hoeft er echt geen 10 minuten bij te gaan rukken. Dat gaat ook echt niet gebeuren. 2-5. 4 uitdoelpunten, 4 uitdoelpunten van AZ. Er zijn er 3 te veel, hè? Want 98. Is dat goed? Is dat dat hotel waar wij waren? Ja, weet je, maar het is gewoon een normaal prijsje, joh. Voor 2 of 1? 7 minuten? Zo. Heeft het zo lang stilgelegen. Maar... ja. Ja, door die gasten. Ja, dat zou na de wedstrijd helemaal uit de klauwen lopen. Ja, inderdaad. Stop ze in een kooi en kijken wat er gebeurt. Protten met die gasten, man. Dit verpest een hele club. Als dit bij Twente gebeurt, staan we in de Telegraaf, staan we in de... Overal staan we bekend, hè? Maar omdat iedereen ons haat. Dat gebeurt ook bij Rode Antwerpen. Voor de normale supporters kan er gewoon niks meer. Maar waar ik aan begin, moet ik eindigen, jongens. En ook zo'n ding wordt leuk. Oh, wee, joh, mijn kraagtrombose. Ah, jongens. Dat vind ik niet waar van een like-button omhoog, hè? God, man. Had nu al lekker een zak chips naar binnen kunnen vreten. Maar ja. Ja, ik had ook al kunnen douchen, ja. Ja, als je 3 uur op een bank zit, is het inderdaad lekker. Wat 30 uur? En dan maar lekker met je honda zitten. Hek. Volgend jaar. Wat is dat? Maar ik zeg eerlijk, hè. Als dit soort dingen, calamiteiten gebeuren... Ja, nee, ze komen al Europa niet in. Dus dan hebben ze ook een seizoen voor niks gespeeld. Hier is hij. Een beloning. Hoe moet ik een kijk, het is een andere vorm als je zegt, nou, er zijn rellen rondom het stadion. Ja, prima, weet je. Niemand die erom rouwt. Maar tijdens de wedstrijd, nee, niet aandoen. Lach aan. Ik doe het zo wel. Stanks. Nou, gaat er nog een 5e plaats vinden? Hier is hij. En daar komt het schot. Ah, verrichting veranderd. Hoekschopje. Er wordt allemaal met pennen, potlood, alles wordt gegooid. In Athene gooien ze met molotovs. Kijk. Die gasten. Allemaal vol beeld. Stanks ging natuurlijk ook naar het publiek. Die ging natuurlijk ook zo staan. Wie dan? Ja, dat is begrijpelijk. Kijk, bij PAOK of bij AEK hebben ze ook een stadion, hebben ze ook een verbod gehad voor zo lange tijd. Die zijn er ook uitgeflikkerd door die Turken. De Trabzon. Ja. Of wie is eigenlijk door? PAOK of Trabzon? Ik ga kijken, boys. PAOK of Trabzon. Europa League. PAOK. PAOK is niet door. PAOK is eruit geschakeld door Slovan Bratislava. Oei, oei, oei. Daar gaat Druif nog een keer. Ver die Druif. Slechte bal.
Ja man, bij een ruzie ben ik gewoon degene die net als bij een kickboxwedstrijd is. En nu staan ze helder op beeld. En nou komt Gerard Joling van pas. Hé, wat? Nee, grapje boys. Nou, komt er nog een vijfde? Stanks! Ik snap niet dat ze daaraan aandacht geven aan dat soort gasten bij dat hek. Ga gewoon door met die wedstrijd. Ja, boys. Zo gaat dat. Houd het in de gaten morgen, jongens. Nog 2 minuten. En dan, ja. +30 is 143. Ik heb gewoon 2,5 uur. Dik 3 uur al. Nee. De stream die begon om, ja, gewoon 3 uur gestreamd, hè, boys. 3 uur. Voor een verlenging. Die al klaar was na de eerste 10 minuten. Ja. Nou, nog een keer een schot. Ja, die vliegt kaart over. Ja, nog 1 minuut, boys. Voor de mensen die er nog zijn. Voor alle Belgen, lof naar jullie. Voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn. Alle Belgen die mij nog niet kennen, die mij niet meer gaan zien. Omdat misschien er geen Belgische club meer geloot wordt. Ja, sowieso bedankt. Dat zeker. En als jullie mij meer willen zien, volg mij op Instagram. Brand de voetbalcommentator voor het laatste nieuws. Abonneer allemaal. En doe dat gewoon. Stanks, nou die gaat nog even een paar dribbles erin gooien. Die heeft ook gewoon 140 minuten gevoetbald. Voor dik 2 uur in de benen zit. Die hoeven dit weekend wel, die moeten dit weekend wel voetballen. Dus het wordt allemaal ellendig. Maar ja, die gaan vanavond lekker slapen. Die zullen het wel lekker vinden. Idrissi, ik snap niet waarom dan steeds die buitenspelers niet eruit zijn gehaald. Nou, het is klaar, over en uit, boys. Er zijn 4 Nederlandse clubs in Europa. Zijn we met 4. AZ. Ze moeten snel naar de kant voordat het helemaal fout afgaat. Dat weten ze ook. AZ, PSV, Feyenoord en Ajax. Ik wil jullie ook sowieso eerst de Belgen bedanken voor het kijken naar deze stream. Lof naar jullie allemaal voor het, als jullie mij nog een keer willen zien. En zo niet, ook dan, abonneer gewoon. Ik heb jullie in mijn verhaal gegooid, dus sowieso +100 kijkers in deze stream gehad. Mede dankzij jullie, ook dankzij de neutrale supporters. Iedereen die erbij is, Sjoerd, dankjewel, Jesse, dankjewel voor het moderaten. En voor deze keer zeg ik, het is een lange stream geweest, ik ga het afsluiten. Voor deze keer zeg ik, ciao, amigos, later, peace, you know.